Kijk eens, jongens. Welkom, lieve mooie knappe mensen van het leven. Goeie leven, wat voor leven, wat dan ook. Van het internet. Het internet is aanwezig hier in de volle glorie. Bardo, elke donderdag. Hoe is het met jullie? Stinkerts in de chat. Nee, zo moet ik weer niet zeggen. Ja. Dat is ook. Zitten die lieve mensen daar, denk ik, oh leuk. Begon goed. Ja, één keer per week heb ik tenminste vrienden om me heen, heb ik het gevoel. Nu zijn het weer stinkerts. Ja, maar het zijn ook een stelletje stinkerts, hoor. Dat moet je niet onderschatten. We kunnen jullie niet ruiken, hoor, dus... Ik heb jou verteld wat voor stream ik net voor ze aan had geflikkerd, hè? Ja. Wat vond je van het idee? Was het een goed concept of niet? Ja, ik vind het legendarisch goed. Ja, hè? Gewoon een loopje aangeflikkerd en ik zei, hier jongens, ga daar maar lekker op viben. Hebben jullie je vermaakt? Ik heb het idee dat ze wel echt... Ik zag mensen losgaan erop. En wat zou jij luisteren als je wil viben? Wat voor muziek? Wat voor muziek ik luister als ik ga viben? Ja, als je gewoon zegt, ik wil even Ik heb mezelf voorgenomen om het woord viben niet meer te gebruiken. Kaliber? Bedoel je vanwege Kaliber? Hebben die dat verneukt voor nee, je? Nee, absoluut niet. Maar ik voel me zo'n ontzettende boomer als ik dat zeg. Vibe? Ja, vind je vibe? Ik vind het ook geen oké woord. Jij hebt me ooit eens aangepraat oprecht op de middelbare school dat het woord cool niet meer cool was. Heb ik dat gedaan? Ja, dat was jij. Ja, dat was jij. Ik ga gewoon name droppen nu ook. Maaike was degene die me heeft overtuigd dat cool nog altijd cool is. Wie, Maaike? Maaike. Ja, Maaike. Dat is goed wie ik bedoel met Ja, Maaike, dat toch? Weet ik wel. Maar die was het. Dat was ook de belichaming van cool. Ja, zij was zo chill. Zij was denk ik het meest echte persoon van onze hele middelbare school. Nou, is dat wel een façade hoor. Dat, denk je? Oh, ja. Ik vond haar altijd zo ultiem cool. Ja? Ja, ze kon alsof ze untouchable was. Mm, gewoon zo van, het boeide haar geen flikker wat iedereen dacht. Ja, maar ze was ook een enorm buitenbeentje, buitengesloten. Ja, maar dat boeide haar, leek haar ook niet te boeien. True, het leek haar niet te boeien, maar het boeide er wel stiekem. Weet ik niet. Dat ken ik haar ook niet. Jongen. Maar muziek die ik opzet als ik ga viben. Mm-hmm. Ik ben de laatste tijd weer helemaal into pendulum. Pendulum? Ja, een tijdje geleden weer niet. Ik ben altijd al fan geweest van Pendulum, maar ja, de laatste tijd weer Pendulum. En de normale dingen. Oké, zoals? Slipknot. Ben je Slipknot? Ja, ik luister de laatste tijd wel weer veel Slipknot. Dat is toch een one-time pony? One-time pony? Ja. Chat, help me even. Ja. Hoezo is Slipknot een one-time pony? Gooi je 1 in de chat als Slipknot een one-time pony is. Gooi je 2 in de chat als je het gevoel hebt... dat Slipknot in godsnaam meer is dan... hoe heet het ene liedje ook alweer? Welke was dat ook alweer? Nou. 1, 2. Ja, hier. Volgens mij was 1 one-time pony. Oh, nee, 1 was one-time pony. Hey, chat got my back. Krijg de team. Maar... Inderdaad, dank u wel. Ga maar weg. Gaan we verder over je Slipknot. Vermaak mijn chat maar. Ja. Maar 2 is toch volgens mij als 2 juist dat het wel... Nee. Zelfs Krok? Wacht even, er zit zelfs Krok hier in de chat nu mijn dolletje in mijn rug te duwen. Krok was hier laatst. En ik had het er nog over met Krok, Jay en Piqué. Ja. En hun zaten met z'n allen... Nee, doe hast, kutplaten. Dat is de enige... Doe hast? Oh, Slipknot. Ik zit met Ramstein te verwarren. Kutzooi, nee! Ik ga weg. Oh, nee! Het kwartje viel ook toen ik het zei. Dat ik dacht, nee joh. Ik moet echt mijn bek leren houden. Oh, kutzooi. Ja, maar dit is heel naar. Nou, even voor de lol. Vind jij Ramstein een one-trick pony? Ja. Dat... Nee, dat is ook echt... Nee, voor Slipknot neem ik het terug. Slipknot neem ik direct terug, maar voor Ramstein, nee. No way, bro. Heb je een laatste album gehoord? Heb je die clips gezien? Die gasten zijn nog... Ik zou eerder de case maken voor dat Slipknot een one-trick pony is dan Ramstein. Meen je dat nou? Ja, oprecht. Qua relevantie nu. Ja, ik word echt kapot gemaakt overal nu. Oh, ik haat dit zo. Waarom moet dit live zijn? Als dit niet live is, dan kun je gewoon opnieuw beginnen. Zeg je, oké, foutje, begin even opnieuw. Even knipje. Ja, even een knipje, maar hier kun je niet meer onderuit. Hier zit je gewoon vast hieraan. Ik zit ook... Oef. Maar is Ramstein dan live nog zo... Vent. Ja, wat weet ik veel. Je ziet, dat zie je toch overal op het internet. Dat, ja, de live shows van Ramstein doet altijd die vuurvlammen van voor naar achter op het podium. Of podium, de zaal. Je doet het zelf, altijd. One trick pony. Ah, gauw je bek, man. Sorry hoor. Jezus, deze man. Wat is dan een andere hit van Ramstein dan Doe Hast? Een andere hit. Oh, Nine Man was van hun.
Of House on Zee. Of 99 luchtballons. Ja, dat zijn echt de baggers hier zo. Ik vind angst nu. Oh, Sonne. Sonne en Deutschland trouwens. Angst vind ik nu echt een ziek vet nummer. Ken ik niet. Ja, dat is het van kan je een stukje album. Er even uitzingen één keer? Ja, nee. Nee. Maar Sonne inderdaad. Sonne is wel... En ik vind Frans Bauer heel leuk als hij Doe Hast doet. Nee, dat is ook wel een beetje klaar. Ben ik ook wel een beetje klaar. Dus hij weet nu dat hij het kan, dus dan is het niet meer leuk. Over dingen waarvan mensen weten dat ze het kunnen gesproken en dat het niet meer leuk is. Dat Frans Bauer is daar een goede van, maar heb je Mandalorian gezien? Ja. Ik heb dat gevoel dus bij Baby Yoda. Ik ben een beetje Baby Yoda moe. Als ik Baby Yoda voorbij zie komen, ze weten dat het een leuk lief diertje is. En dan gaan ze expres dus, kijk wat wij hebben, koop je merch. Dat je denkt, ja, ik weet dat Baby Yoda een lievertje is. Weet je, dus ik heb hier moeite mee dat je dit nu zegt. Nou, maar seizoen 1 en 2 hadden ze het nog niet helemaal door. Wisten ze niet hoe ze het moesten gebruiken. En nu weten ze het inmiddels. Dus nu denken ze ook, we hebben Baby Yoda. Maar we moeten hem wel gewoon hella cute maken nu. Ja, come on, queen. Ja. En dat is, het is... Ik ben bang dat ik het al met je eens was vanaf het moment dat je het zei. Alleen, ik had nog niet beseft dat ik het met je eens was. Ja. Dus je hebt nu wel een beetje alles voor mij kapot gemaakt. Kijk, het enige wat je kan zeggen om te verdedigen... Ze zijn ook Baby Yoda volwassen aan het maken. Dus ze weten ook dat ze wat anders moeten doen dan dit. Ja, moet nu Grogu genoemd worden. Ja, dat moest altijd al. Maar... Ja, voor de rest wel een leuk seizoen op zich. Maar ik vermaak me weer. Ik vind het fantastisch. Ja, ik vind het ook heel leuk. Plus de flashbacks van de laatste aflevering, die waren... Ik heb dat nog niet gezien. Oeh, er zit een paar backstory Yoda dat je denkt, wat gaat er nou gebeuren? Nee joh, als in Baby Yoda, niet... Backstory Grogu. Inderdaad. Ja. Ik hoop dat Baby Yoda wordt doodgetrapt. Hé, hey, statiegeld, leuk dat je erbij bent. Kan hij een ban krijgen of iets? Hier noemen we dat altijd, in de cultuur van mijn stream noemen we dat op het rat. Op het rat. Dan hebben we een rat en dan gooien we hem daarop. Alleen dan gooit iemand altijd €5 en dan... hopen we meestal het maximaal dat je kan krijgen... is een time-out voor 2 weken. Oké, nou, walk the plank. Zie je nu dus bijvoorbeeld iedereen in zo'n spam gooien... van die ratjes die daar voorbij komen, heel die eendheid doet. Heel goed. Vind ik, ja, Rienk ook. Ja. En dan gaat hij langzamerhand eraan. Maar het is vandaag een beetje een rare aflevering. Want oorspronkelijk was jij niet de gast, zeg maar. Ik was oorspronkelijk niet eens de gast. Nee, je was nooit de bedoeling geweest om hier te gast te zijn. Ik was maar gewoon een gast. Jij was gewoon een gast. Je was een simpele voorbijganger. Ja. Je was een... voetganger. Volk. Volk. Van het volk. Voetvolk. Van het voetvolk. Het passant in mijn leven. Het mooie is dus nu dat... Nos die had zich afgemeld. Mm-hmm. De NOS. De NOS heeft zich afgemeld inderdaad. Die had zich eergisteren afgemeld. Dus dat was al vrij duidelijk. Ik dacht, oké. Of dat was gisteren geloof ik. Dat definitief niet doorging. I don't know. Anyway, duidelijk. En Jentel was dus gewoon vergeten. Ja, de lul. Ja, die heeft dus opgeschreven volgende week... Hij heeft niks opgeschreven. Jawel, heeft aantekening gemaakt. Het was volgende week, Bardo elke donderdag. En ik zei tegen hem, wanneer heb ik dat gezegd? Vorige week. Dat ik zei, aha! Vorige week is dus nu deze week. Dat ik denk, ja, ik heb dus 1 keer nu een aflevering willen doen met 2 gasten. Ze hebben allebei afgezegd. Ja, mooi. Gelukkig dat jij vanmiddag een appje stuurde van... ik zou wel kunnen in de middag. Hey. Dus ik heb niks kunnen veranderen. Er was te weinig tijd. Laten we beginnen. Hoe was jouw tijd in China? Dictatoriaal. Dictatoriaal. Xi Jinping, ja? Ja. Je bent heel goed in basketbal. Ja. Dat is altijd jouw ding geweest, hè? Ik hou echt van Chinese kinderen lesgeven in basketbal. Ja. In eerste instantie is het altijd even lastig. Ze geloven me nooit. Maar nee, dan, precies. Zodra ik begin te dribbelen. En je hebt natuurlijk mij geholpen met de Banjo-pinguin. Ja. Hoe was dat voor jou? Leuk. Ja, leuk. En wat ik wel eens afvroeg, hè, dat als je geboren wordt, dan meestal ouders die zeggen altijd tegen de kinderen, hè, je hebt een cadeautje voor jullie mee. Wat was het ook weer wat jullie hadden gekregen van wat ik mee had genomen bij de geboorte, of mijn geboorte voor jou en Caron? Een pinguïn? Nee, dat is geen pinguïn. Niet alles is een pinguïn, godverdomme. Dat kunnen we anders proberen, hoor. Oh. We kunnen wel gewoon dit doen. Okay. Hoe was je tijd in Roemenië? Oh ja, ook leuk. Ja? Je hebt een hele spirituele kant, weet ik. Ja. Welk sterrenbeeld had ik en waarom vind je dat zo grappig? Ik weet niet eens wat voor sterrenbeeld jij bent. Ik weet het ook niet van jou, gek. Nee, ik vind dat echt allemaal zulke poep eet. Ik mag het niet meer zeggen, waardoor ik gecastreerd, dus ja, ik durf dat het snap niet meer. Ik. Ja, maar het is ook erg dat je gewoon bijna geen vrouw meer kan... Je moet altijd even checken van, is dit clear, weet je al? Kan ik hier nu een grote bek over hebben of moet ik enigszins... me inhouden. En jij moet je nu dus altijd inhouden. Ik zit heel erg op de strafstoel. Ik ga niks zeggen. Ik durf ook niks te zeggen.
Alles is voor jou. Alles voor Bassie. Ik ga vol, hoor, als het moet. Ik heb er zo'n pokkenhekel aan. Ja, weet je wat zo mooi is, vind ik altijd daarmee? Dat alle bewijzen die je hebt om religie te ontkrachten, halen ze aan. Ja, maar dat staat nergens op. Yeah. Maar de sterren staan wel hiervoor. Ik, heb je met Zeitgeist gezien? Hoe het bijvoorbeeld een simpel voorbeeld. Hè, hoe sterren heb toevallig... Heb je Zeitgeist wel gezien? Ja, Zeitgeist! Maar dat je denkt, dat is al een simpel voorbeeld. Het is zo makkelijk te ontkrachten. Toeval bestaat. En je moet gewoon even normaal mee omgaan. Ik denk, ja... Ik moet me hier ophouden. Ik geef hem door aan jou. Ik ben buiten beeld hiermee. Moet ik weet deze niet... discussie nu in mijn eentje gaan voeren? Daarom. Ik kan niks zeggen. Ben ik redelijk snel overtuigd. Zit ze in de chat? Ik zit ook stiekem te kijken. Zat ze in de chat? Ik zag er niet voorbij komen. Hebben we Vanessa al gespot? Ik zie alleen, God bestaat niet. Dus... Daar heb je geen... Ja, daar heb je wel. Nee, ik denk dat ik moet gaan branden voor de komende periode. Dus ik ga me heel netjes gedragen. Ja. Nee, maar het enige wat ik erover zal zeggen, is dat ik vind het zo raar... dat we nu met z'n allen, zeg maar... We hadden al een hele tijd bedacht... Ja, het is onzin. Mm-hmm. En nu religie een beetje af... Want de normale religies zijn niet meer cool. Mm-hmm. Dus nu gaat iedereen zo van... Hé, maar wat was dit ook weer wat we hier hadden... waarvan we hadden gezegd dat het onzin was? Misschien is het wel geen onzin. En nu gaan we doen alsof het allemaal heel echt is. Maar ik snap het wel. Ik snap dat je de libellen geloofwaardig acht dan de Bijbel... Sorry. Ja, dat klopt wel, ja. Dat vind ik wel een kern van mij. Ja, dat is wel. Als je die bellen leest. Ja. Weet je wel, ik weet wie Linda de Mol is, die heb ik gezien. Ik heb nog nooit Jezus gezien. Ik denk ook altijd bij mezelf dat Jezus gewoon een Arabier of een zwarte man was. Ja, dat kan. Ja. Heb jij ook met het gevoel dat het een witte man was zoals wij hem kennen? Nee, natuurlijk niet. Ja, nee. Het valt me op, heel veel mensen staan er niet bij stil dat Jezus er niet uit heeft gezien zoals wij denken dat hij eruit heeft gezien. Ja, maar ja, die kans is minimaal. Ja, nee, ik snap dat. Ik snap het sowieso allemaal niet. Maar dat mensen dat daadwerkelijk... ik heb respect voor mensen. Maar mag zeggen dat mensen dat daadwerkelijk geloven, bedoel je? Ja, dat vind ik apart. En waarom? Nou ja, omdat het gewoon... God, dit is wel heftige discussie voor het begin van een podcast. Dat... Mensen slikken zoveel dingen, zeg maar. Wat is dit? Is een podcast. Dat zien, horen ze niet als mensen die vergeven zoveel dingen van... Ja, maar dan moet je allemaal met een korreltje zout nemen. Maar zulke simpele... hoe noem je dat? Dingen, waarnemelijke dingen, daar slaan ze dan over. Mm. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Je staat gewoon van te kijken dat mensen dat dan nog serieus kunnen nemen. Nou ja, dat ze dat dan kunnen vergeten. Hmm. Zo van, natuurlijk, je kan wel zeggen van... ja, maar je weet niet of de aarde geschapen is door God of niet. Ben je puur atheïstisch eigenlijk? Dit nee, nee. Ik ben agnost. Oké. Ja, dat betekent dat eigenlijk dat je... atheïsten zeggen echt, nee, er is niks en God bestaat niet. Ik zeg van, ja, geen idee. Ik heb er geen bewijs voor dat het niet zo is. Maar ik heb ook geen bewijs dat het wel zo is. Als jij boos en wild bent... Boos en wild? Ja, zo je wordt helemaal para. Ben je dat paragnost? Wauw. Nee, 17 jaar leef ik van dit werk. Dus 17 jaar aan kunst geef ik gewoon een cadeau. Ja, kunst. Nou. Aan kunst, dus pure kunstvorm. En jij gaat zo met kunst en cultuur om. Zo met kunst. Mijn podcast cultuur. Uit, jij. Mijn podcast uit. Vlegel, stuk verdriet. Ik ga wel naar de Schouwburg. Ik ga wel naar de Schouwburg. Ik hoop dat je van die trap flikkert. En, dat je rolstoel in de rolstoel zit zo. Oh, nee, maar ik Waar identificeer jij je als dan, atheïst? Het zou allemaal kunnen dat er ergens iets is. Het is nou, dus ook wel een beetje agnost. Ja, ja, ik ben niet helemaal nee, ik ben niet helemaal ja. Maar ik vind ook, iedereen die zijn... het lijkt me, weet je wat het is? Het lijkt mij fucking dope ten alle tijden om 100% een antwoord te hebben. Als jij 100% kan zeggen, yo, ik heb hier een boekje... Alles wat ik geloof, alles waar het uit is, staat hier. Fucking dope, maar lijkt me ook zo saai. Zoals de Mormonen. Ja, de Mormonen, ja, die hebben dat ook. Ja, die dit is zo'n boekje en het is echt waar, hoor. Ik zweer je, wat hierin staat, is echt, klopt allemaal. Moet je lezen, is niet normaal, man. Ja. Niet normaal. Alleen, het lijkt me ook zo saai. Ik vind het zo leuk nu dat ik nog vragen heb, dat je kan zoeken en doen. Want als ik echt 100% zou geloven in Bijbel, in de Koran... Ik vind het ook lastig omdat mensen er 100% in geloven, om dat weer te geloven. Maar het zou mij zo saai lijken dat je dan denkt, ja... Wat is dan de zin van het leven? Ja, dat staat hier geschreven, Trent. Maar dat je wil het liever zelf ontdekken. Tuurlijk, ik wil liever dat ik elke dag denk... Nee, nu is voor mij de zin van het leven zelfontplooiing. Het huisje, stabiliteit, zelfverzekerdheid. 10 jaar geleden was dat. Met name de media opzoeken, die jeuken, die creatieve vingertjes. Mm-hmm. Misschien over 10 jaar is dat mijn kennis doorgeven aan een kind. Of is dat gewoon opnieuw onder de rug. Mag ik jou iets persoonlijks vragen? Natuurlijk, leef je uit. Je moeder is overleden. Mm-hmm. Zit daar nog een spirituele laag aan?
Heb je iets van, dit is het leven, dit is waarom? Dubbel. Ik zag... eergisteren heb ik The Lion King opnieuw gezien. Oh. Het zou meer dat laagje zijn. Circle of Life? Ja, ja van Simba, je bent me vergeten. Dat, die scène, weet je nog wel, in de wolken. Oh. Die prachtige scène. En dat denk ik, ja, dat is voor mij dan meer de essentie. Ja. Waarbij de geest en de ziel voortleeft. Mm-hmm. Ik geloof, in jou. In mij. Ja. Ja, ik ga dat doorgeven. Een stukje van mijn moeder moet ze maar in gaan zien. Mm-hmm. Het lullig is alleen, mijn moeder was altijd heel erg fan van haar opa. Of haar vader is mijn opa, sorry. Ja. En die is overleden voordat ik geboren was. Toen mijn moeder ook mijn leeftijd had, 30 of zo. En zij is er altijd heel fan van geweest. Ja. En altijd als ze dat beschreef aan mij, hoe die opa of haar vader dan was, zeg maar. Dacht ik, ja, ik wil het heel graag ontmoeten. Ik zou hem nooit kunnen ontmoeten. Ik weet niet wie het is of wat dan ook. Nee. En nu ze dood is, besef ik me iets meer. Dat ik denk, oh ja, dat is nu de rol. Wat ik ook bij de begrafenis van mijn moeder vertelde, geloof ik, in de speech. Dat diezelfde mythische status die opa had in mijn leven... Ja. Die zal mijn moeder gaan spelen in het leven van mijn kinderen. Oh ja. En dat is heel raar, maar dat besef ik me dan pas als mijn moeder dood is. Dat ik denk, oh, dus dit was een beetje de rol die jouw vader speelde bij jou. Ja. Die jij speelde bij mij. Ja, en je weer door hebt gegeven. Precies. Ja. En met een beetje pech ga ik ook op mijn 60ste dood. En dan speel ik die rol bij mijn kinderen. Ja. Die dan weer zeggen van, ja, er was een man, Bardo, weet je wel, nou noem het op. Ja. En dat is... Ik zeg ook altijd, het is heel lullig om mijn moeder te reduceren tot iets... maar het is nu heel erg veel meer een Jaapie Krekel. Wat bedoel je daarmee? Nou, gewoon als ik was bij mezelf denk. Hè, ik had het laatst ook. Toen was het 4 uur. Ik had een lange dag gehad en blablabla. Mm-hmm. Dat was op de begrafenis van mijn moeder een jaar, op 17 maart. Oh ja. Toen dacht ik bij mezelf, was vorige week al helemaal niet over gehad, maar... Nee. Toen dacht ik ook bij mezelf, ja, zou ik dan nu nog overhaast erheen moeten gaan en zo? Ik heb hier nog altijd een roos staan voor om erbij te leggen. Omdat het een jaar is? Ja. Oké, heb je daar waarde aan? Nee, zeg niet maar per se. De datum? De, niet niet per se. Ja, precies bedoel, een jaar. Het jaar overlijden wel, omdat het ook voor iedereen fijn is. Het is een goede smoes om samen te komen. Ja, natuurlijk. Alleen op dat moment dacht ik ook, oké, we hebben dat al gedaan. Mm-hmm. Wat zou mijn moeder nu hebben gezegd? De Jaapie Krekel heeft in dat geval. Yeah. Die had waarschijnlijk gezegd, joh, maak je druk, ga lekker morgen. Ja. Weet je? En dat is meer dat ik bij mezelf denk, dat is de essentie ervan. Dat ik denk, ja, mijn moeder zou op dat moment dat... En dan zeg ik ook, het is lullig om haar te reduceren tot een Jaapie Krekel of een wat dan ook. Mm-hmm. Maar in principe, terwijl ik hier zit met een hele mooie rode macaronimond. Maar, Mooie macaronimond. Mooie macaronimond. Maak een trending topic. Maar het is wel zo dat ik denk, ja, dat is de kleine rol die ze dan heeft. Dat je denk meer bij jezelf gaat van, ja, bij de vragen die je hebt. Of ik een boek ga schrijven, een film ga maken of dit allemaal. Mm-hmm. Dat ik denk, ja, moet ik me nou zo inspannen? Nou ja, ik vind dat ook zo, als ik daarop in mag haken, dat vind ik ook zo mooi aan veel religies, zeg maar, en geloven. Mm-hmm. Als mensen op die manier, zoals jij nu net beschrijft, kunnen geloven. Mm-hmm. Waar ik altijd een beetje een probleem mee heb, is dat mensen geloven en... Nou ja, laten we het even het simpel voorbeeld nemen. Mensen gaan naar de kerk, mensen bidden en doen al die tradities, hè, die rituelen. Mm-hmm. Zoals wat jij net zegt, op de dag van de begrafenis, een jaar later... dat je dan nog daar iets mee zou moeten doen. Mm-hmm. Al dat soort dingen doen mensen wel. Terwijl ze dan in mijn beleving vaak het grote overkoepelende boodschap... dan niet echt zo najagen. Snap je wat ik bedoel? En overkoepelende boodschap, welke bedoel je dan precies voor jezelf? Van het geloof. Wat is dan overkoepelende boodschap van de Bijbel voor jou? Dat weet ik niet. Wees lief voor uw naaste. Ja. Haal iets uit je leven. Heel ik had veel. Vroeger altijd, ik weet niet of die hier achter mij staat... maar ik had thuis altijd een heel groot sprookjesboek van Disney... Yeah. Waarbij dan Mickey was dan Sjaakje in de bonenstaak. Je had de 3 varkentjes met de boze wolf. Mm-hmm. En elk sprookje heeft zijn eigen verhaal. En zo zie ik de Bijbel ook. Ja. Ik denk, ja, elk sprookje, Mozes, Noah, Adam en Eva... Yeah. Ze hebben allemaal een eigen verhaal, een eigen wijsheid. Ja, klopt. Dus ik denk niet, ook niet in het werk of het oeuvre van Disney... dat er één overkoepelende boodschap is. Je kan wel zeggen... Ja, sorry dat ik het vergelijk met Disney, maar ik heb gewoon niks anders. Maar je kan wel zeggen... er is een overkoepelend thema in de jaren 90 geweest. Ja. Kijk, je Belle and the Beast, Lion King, Tarzan, Mulan, Hercules, Klokluider. Allemaal mensen die werden onderdrukt door een derde partij... die zichzelf wisten te overwinnen... Mm-hmm. en vervolgens hun eigen dromen konden najagen. Oké, dat is het hoofdstuk jaren 90 Disney. Ja. En dat denk ik ook voor de Bijbel dat zo geldt. Dat je, oké, alle Matthäus-stukjes hebben dit thema. Mm-hmm. Johannes heeft geloof ik ook heel veel. Dat bedoel ik ook te zeggen. Kijk, het feit dat je zo'n een lied zingt in de kerk... betekent niet dat je de boodschap van dat verhaal begrijpt.
Tenzij het Weather Spoozy is wat je ziet. Dan, is dat, dan sla je de plak mis. Persoonlijk. Ga verder. Godver. Maar dat vind ik gewoon zo storend vaak. Aan dat mensen veel te veel blijven hangen. Kijk, ik ben zelf... ik voel me ook wel gedeels boeddhisme, taoïsme. Daar heb ik veel van mijn vader meegekregen. Dus helemaal onbevlekt ben ik ook niet. Maar dan denk ik, ja, dat vind ik een mooi voorbeeld, zeg maar, van hoe je je leven kan laten inspireren door religie of geloof of levenswijze. Laat je me ook sturen door religie? Nee, niet sturen. Nul? Nee, want dat vind ik dus weer stom. Het grappige aan boeddhisme in China is dat veel tempels en dergelijke doen ook allerlei rituelen en meuk. Dan gaan ze ook een begonnetje slaan en dan een bloemetje leggen bij boeddha beelden of weet ik veel wat de fuck ze daar doen. Dat doen ze voor het volk. Dat doen ze gewoon als schijnvertoning, omdat veel mensen graag dingen willen doen om hun geloof te uiten, zeg maar. Dus dat houdt ze soort van rustig. En ik heb zoiets van, ja, maar daar gaat het dus niet om. Het gaat om dat je kunt nadenken over het hele... Ja, misschien wordt het nu wel heel ingewikkeld. Nee, geroep het los. Maar dat je kan nadenken over de levenslessen die je uit zo'n religie kunt halen. Maar welke levensles is jou dan bijgebleven uit het boeddhisme? Dat jij zegt, want je hebt schijnbaar iets meegenomen ervan. Ja, nou, taoïsme draait natuurlijk allemaal om niet weg van de winsten meer, maar meezwemmen met de rivier. Je moet nooit tegen de rivier inzwemmen. En daar zijn nog heel veel andere dingen vanaf dat je je leven zo makkelijk mogelijk moet inrichten, zodat je zo makkelijk mogelijk met de stroom mee. En hoe gebruik je het touw dan daarin? Ik hou op, sorry. Het is voor jou. Ja, het is ook heel kut. Weet je wat is? Jij weet ook net zo goed als mij. Mijn vader is helemaal van taoïsme. Ja. En non-dualiteit en los zijn van je ego. En kunnen analyseren aan de hand van niet je gevoelens of je lust, maar... Ook wel eens heel belangrijk. Ze heeft nu ook zangles genomen voor zijn chakra's. Oh. Ja, ik wil ook nog wel een keer zangles doen. Ja, oprecht. Ook voor je chakra's. Ja, ook voor mijn chakra's. En dan ga ik daarna ergens anders even voor mijn andere chakra. Hey. Waarom was het? Wil je mijn chakra even stimuleren? Oké, we gaan hier even ophouden. Maar... Het is ook zo typerend voor ons eigenlijk dit. Ja, we hadden hem gewoon. Nee jongens, het duurde 25 minuten voor we ontspoord waren. Excuses hiermee. Maar... Ja, voor je chakra's dan in ieder geval stimuleren, noem het top. Dus nee, ik ben er wel enigszins in thuis, zeg maar. Met name Alan Watts, dat ken je ook wel, denk ik. Niet zo. Die oude Brit die in de jaren 70 had die... Well, there are some peculiar things about life. And coming to think about it, you should behave. Because when you don't behave, you disobey your own body. And when you... Ja, die zit ik, ja, het gaat over hoor. You're very, very naughty. Yeah, you're before naughty. So let's all have a sip of tea. All right, everybody, where's the cup? Yes, thank you. You're gonna sit on a naughty chair. Oh, I'm so sorry. Did I? I will repeat myself now. Yes, thank you. Oh, nee, dat heb ik nog nooit. Nee, maar... Ellen Watts in ieder geval, maar... Nogmaals, sorry, even terugkomen. Bij de belangrijkste levens van touw is de rivier dus eigenlijk voor jou, dat jij zegt. Niet tegen de rivier in. Nee. Het leven gooit je op een pad en dan moet je maar gewoon volgen. Hoe meer je tegenstribbelt, hoe kutter het wordt. Ja, precies. En hoe meer je... Ik noem het altijd voor mezelf dat je niet in sync bent met de universe. Oké. Dus... Dat klinkt heel spiritueel weer hoe je het nu gaat doen. Ja, dat is ook. Het slaat ook nergens op. Maar ik heb echt... Dat is ook... Ik vind het zo bullshit van mezelf dat ik dat doe. Maar het is een soort bijgeloof waarvan ik... ben gaan houden, dat ik als het niet lekker voel, als ik bijvoorbeeld heel veel shit uit mijn handen laat vallen, als ik dingen aan het doen ben wat elke keer niet lukt of zo, dan denk ik gewoon bij mezelf, oké, ik ben niet in sync met de universe, ga wat anders doen. True, die herken ik heel erg, die negatieve aura die je dan ontwikkelt voor jezelf. En hoe je dat ook wil noemen, hoe je dat ook een naam wil geven, dat boeit niet. Het gaat er gewoon om dat je dan niet lekker in de flow zit. Weet je wat het is? Dat weet ik dus wel. Jij hebt ook wel eens geduld tegen mij over dat jij gelooft in energievelden en zo die je om je heen kan hebben. Ja. Ja, toch? Ja. Weet je nog, een keer toen we knijterstoot waren in de garage? Welke? Ja, honderden keren, maar je anekdote over Dragon Ball. Mijn anekdote van... Ja, je hebt Dragon Ball voor mij verpest. Daar komt op neer. Het zijn toch energieballen? Ja, het zeg je exact dat. Ja. Wat hadden we het over? Wat is dat? Ik vroeg aan jou, wat is voor jou de beste vergelijking? En jij zei, ja, Dragon Ball Z. Want daarin heeft Goku ook die ballen. Dan kan hij zijn energie maken uit ballen. En die gooit je met z'n toe. Ja. Als ik ernaar kijk, dan denk ik... Ik snap je punt. Weet je. Je kan ook zeggen, Star Wars, dat Luke, die lightsaber. Weet je wel. En dat gebeurt dan weer. Ja, maar het is niet de Force. Force is anders dan, denk ik, dan de Dragon Ball
Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is wel een beetje, ja. Ja, nee, maar het is meer visueel. Dan wordt het heel duidelijk, de energie die je zou voelen als mens zijn. Er wordt dan duidelijk een bolletje die je kan besturen en iemand er af kan schieten. Ja, dat is natuurlijk wel, het wordt natuurlijk in Dragon Ball wel heel erg... Tuurlijk. Maar het energieballen maken, als in je energie concentreren tot een massa, is echt wel een ding wat ik ook als kind wel heb gedaan, zeg maar. 100%. En het is, ik ben ook heilig overtuigd ervan dat je zaait wat je oogst. Als jij gewoon hier nu aan tafel gaat lopen zitten kutten, klooien, alleen maar negativiteit gaat lopen verspreiden, ja, dan ga ik die energie voelen en dan geef ik het terug. En dan voel jij je weer geïrriteerd en dan geef jij het weer terug. En ja. Dan krijg je een neerwaartse spiraal. Terwijl als jij negatieve energie naar mij gooit of wat dan ook, ga ik als een blok positiviteit proberen voor je te zitten. Ja. Dingen om te draaien. Ja, dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken met hoe wij als mensen spiegelen en dergelijke. Tuurlijk. Ik wil het wel wat verder trekken dan wie goed doet of hoe goed ontmoet. Want dat is natuurlijk ook een kijk, op het moment dat ik hier met een chagrijnige kop zit, dat is niet zozeer negatieve energie. Maar jij wordt er wel negatief door beïnvloed. Ja. En ik bedoel, het hele energieverhaal gaat dan wel wat verder dan... Dat zijn echt wel dingen waarvan je denkt van, oké, dit zou ik niet... heel goed kunnen verklaren. Heb je het gevoel dat we dit ooit in beeld kunnen brengen? Ja. Ik kijk er ook heel wetenschappelijk naar. Kijk, er zal misschien een tijd komen waarin we energie wel kunnen waarnemen of meten op een of andere manier. Net zoals dat we infrarood signalen kunnen meten. Ik bedoel, ik zie geen infrarood signalen, maar overal zitten hier infrarood signalen. Het is de manier waarop we dat kunnen meten en waarnemen. En dat als dat ooit gebeurt, dan zullen we daar misschien heel normaal over doen. Ja, is een beetje mijn theorie. Het is een beetje gelijk met, vind je, van de leukste dingen die Nietzsche heeft beschreven. Nietzsche heeft in zijn boek 2 voorspellingen gedaan. 1 was dat er een medicatie gaat komen tegen alle mentale problematiek. Wat best wel apart zal zijn als we dat ooit zullen hebben. Alle mentale problematiek? Ja, dat het gewoon weg is. Een wondermiddel? Ja, bewijzen van. Oh. En de tweede is dat er een middel gaat komen tegen kleine grote pijntjes. Oh, ik wou toch je penis. Nee, grote pijntjes. Dus kleine en grote pijntjes. Zeg maar, de fysieke pijn gaat ook weg. En het is grappig. Okay, maar dat is een filosofische uitspraak, neem ik aan. Wetenschappelijk enigszins onderbouwd. Maar als je heel Beyond Good and Evil gaat lezen... Ik heb 2 keer geprobeerd. Ik ben er nooit echt ver doorheen gekomen. Ik denk, Jezus Christus, joh, die gast is knettergek. Ja. Alleen het mooie is eraan, vind ik dan weer... Je ziet dat het is gelukt met de fysieke pijn. Dat die ver onderdrukt is tegenwoordig. Heb je hoofdpijn, dan neem je even wat. We zijn heel veel met kanker bestrijden. We kunnen je medicatie toedienen. Ja. En we nemen het allemaal voor lief dat fysiek allemaal al zo ver is. Mm-hmm. En dat het misschien mentaal ook nog een keer zo gaat gebeuren. Is best nog wel aanwezig of zo. Nu denken we van niet. Maar ja, in de tijd van Nietzsche dacht ze ook Nietzsche. Je bent knettergek dat we die pijntjes... Ja, maar ik heb wel... jammer dat ik dat nu niet helemaal kan reproduceren. Maar er is wel eens een... Er zijn ook theorieën over het feit dat heel veel filosofen dingen hebben gezegd... die onvermijdelijk zijn dat ze uitkomen. Tuurlijk. Dus het is ook een soort logische denkfout om dan zulke dingen te zeggen van... Oh, zie je wel? Dat je denkt, ja. Ja, mijn vader die heeft een boek thuis liggen. Dat vind ik heel leuk. Dat is een boekje over de 500 bekendste mensen met hun grootste, stomste uitspraken. Ja. En eentje die is bijgebleven, volgens mij Einstein staat er ook in, Hawking staat er ook in, is gewoon Charlie Chaplin. Yeah. Die zei, ik doe alleen bioscoop omdat het even tijdelijk is. Theater blijft altijd permanent, bioscoop is niks. Nee. En dat heeft hij dan geroepen. En dan weet je, dus... En dat is, bedoel, het is ook toeval. We kunnen ook mensen gaan afmeten aan de dingen die ze onjuist hadden. Bijvoorbeeld. Alleen dat doen we niet zo vaak, want dat is niet zo leuk. Dus dan kijken we liever naar de dingen die ze juist hadden. Ja, precies. Ja. Dus wat dat betreft, volkomen logisch ook wat jij zegt. Maar ik denk niet dat er een middel zal zijn voor mentale pijntjes weghalen, hoor. Ik denk dat dat het grootste probleem wordt van onze mensheid nu. Ja, dan, wie weet lukt het wel. Wie weet, ik bedoel meer ook in lijn met wat jij zegt over energieën. Ja. Dat er zijn zoveel dingen die we voor onmogelijk achten. Of die dan... we nog niet weten. Precies. Ja, precies. Het zit niet zozeer van Nietzsche voor mij in het geval van de mentale pijn weghalen. Mm-hmm. Maar het zit voor mij veel meer in het geval dat hij die fysieke pijn al had voorspeld en dat waar is geworden. Ja. Terwijl we allemaal dachten, hoe de fuck wil je dat gaan doen, vriend? Hoe de tering wil je dat gaan weghalen bij iedereen? Ja, precies. Ja. Wat eigenlijk zo goed als onmogelijk is. En wat misschien leuk is om te vertellen, want we zitten nu toch lekker te lullen. We zijn nu next level gegaan. Hij is online gekomen nu op het tweede YouTube-kanaal. Staan wij gewoon... Ja, dat is een applausje waard hoor, dames en heren. Dat is podcast nummer 2 staat nu vandaag online. Oh. Nummer 3 en 4 die zijn ingepland, geloof ik. Netjes. Is het nummer 5?
Volgens mij wel. Dan komt die dan laat... Nee, nummer 6. I don't know. Nee, dat is 3 5. Is dan ingepland. Nou, iets in die buurt. Dus die kan je vinden nu op Spotify. Dus misschien luister je het nu op Spotify. Wat officieel, hè? Ja, dat is toch leuk? Zo van, je kunt deze aflevering ook beluisteren op Spotify. Zeker. Of YouTube. Ik trouwens ook zeggen tegen iedereen die er nu vandaag bij is... of waar dan ook luistert of wat dan ook... Check het op Spotify, Bardo elke donderdag. Ja. Klik kijk, luister je dit nou op Spotify? Kom een keer live op de donderdagavond. Op Twitch, dat is leuk. Twitch.tv is Bardo. Kun je lekker mee chatten. Rond een uurtje of 8 zijn we altijd live. Dus dan zou je ons altijd wel vinden ergens. Met altijd de verrassing wie er dan te gast is. Dat vond ik leuk. Jij hebt ze in elkaar gezet, gemonteerd. Goede knip aan het begin, aan het einde. Ik dacht, niks op aan te merken. Gewoon gaan met die banaan. Pompen. Kelly zegt ook, ik heb helemaal geluisterd op Spotify. Dankjewel, Kelly. Heerlijk. Dat is, hoe was dat eigenlijk? Even zo. Hoe was, nou, ik heb dus een paar stukjes geluisterd zonder beeld. Ik moet denk wel, chat is leuk, alleen we moeten er ook niet te veel op gaan leunen. Want af en toe valt het daardoor ook wat stil, had ik het idee. En dan denk je bij jezelf, Ja, maar goed, waar maken we dit voor? We maken dit natuurlijk niet alleen voor Spotify. Nee, maar het is gewoon een leuk... Ik ben wel benieuwd naar de ervaring van luisteraars van chat ook in Spotify. Is dat nou heel storend of valt het wel mee? Ja, dan zou ik zeggen, gooi hem even een berichtje of zo via Instagram met Dennis Broek of op Bart Doelens. Sluit hem een DM. Ja, dan zijn we heel benieuwd wat jullie via Spotify vinden. Dat video heb jij ook wat teruggezien inmiddels, toch? Ja. Ja. Wat vind je van de video die we tot nu toe hebben gedaan? Ja, ik vind het wel prima eruit zien. Ja? Ja, kijk lekker weg. Ja, toch heb ik ook het idee. Ik betrap mezelf elke keer als ik het dan even moet checken, dan ben ik er toch weer 5 minuten aan het kijken. Ja, hebben we een interessante dingen geroepen? Nou ja, kijk naar een gesprek wat ik zelf heb gevoerd, maar toch denk ik, dat is wel cool, ja. Ja, oh ja, ja. Heb je dan ook, als je dat terugluidt, heb ik altijd, ik denk, kut, had dit al even geroepen of dat. Ja, of, tuurlijk, 100%. Fucking lul. Maar dat is ook een beetje hoe wij gesprekken soms voeren. Ja. In het rap tempo bedoel je voor nou, ons? Nou ja, het is niet zozeer een rap tempo, maar dat is ook denk ik hoe algemeen mensen gesprekken voeren. Het gaat heel, heel snel, hapsnap en tak-tak. Ja, maar het is wel zo. Kijk, het gesprek wat wij nu voeren, dat kan je minder makkelijk terugkoppelen. Als jij nu zoiets hebt van, kut, ik had dit nog willen zeggen over energie, dan moet het wel echt heel belangrijk zijn. Of ja, iets. Precies. Want we gaan niet zomaar nu terug in één keer naar het vorige onderwerp. Nee, maar ja. Terwijl als wij hier zitten op de bank en we hebben een biertje of voor voorheen altijd een jointje op of wat dan ook, dan zou het altijd veel makkelijker kunnen zijn om te zeggen van Bardo... Gaan we het daar nog even over hebben. Precies, ja. Ik wil dit nog even heel snel erover kwijt. Dat, anders gaat dat gewoon niet. Nee. Ik heb trouwens van de week ben ik bij de première geweest van Dungeons & Dragons. Ja, ik zag het. Ja. Ik mocht niet mee. Waar had je mee gewild dan heen? Nou, nee hoor. Nee, is dat verbaast mij een beetje dat ik denk... ik had best wel meegewild, ja tuurlijk. Ja, echt waar? Ja, Dungeons & Dragons is toch leuk? Oh ja, ik is het een gigantische flop geworden? Nou, het is wel boven verwachting leuk. Het is voor mij gaf het een beetje die Warcraft vibes. Maar dat is positief, mag ik hopen? Ja, dat is voor mij heel Kom positief. Kom niet aan mijn Warcraft film, hè? Nee, nee. Ik zou hem zelfs een beetje richting het Jumanji zetten, deze film. Dat is... Je bent er zoveel die dat zegt. Jumanji 2 was hartstikke... Ja, ook, nee, dat is prima. Ja, die vinden mee. Je zegt... Ja, maar dan... Ja. Dat is een Rock Solid 7,5, 7. Vind je het echt, ja? Oké, nee, ik vind echt Jumanji. Ik ben groot fan ervan, hard gelachen. Nee, dat klopt. Ik bedoel... Maar was dit dan... Maar Jumanji is wel wat meer memeable. Ja. En dat vind ik... Dat verdient dan Dungeons & Dragons niet, toch? Ja, het is toch ook een melig spel? Dungeons & Dragons is de... Ja, is het een melige film? Het is geen Warhammer. Warhammer, als je dat gaat maken als film, dat is bloedserieus. Dat kan Dungeons & Dragons toch ook... Ja, maar Dungeons & Dragons is nog met een biertje en een paar vrienden aan een tafel. Dat je nee, een beetje... dat is te normie. Ja? Ja. Nou, flikker op. Nou, Dungeons & Dragons is natuurlijk wel de meest populaire, meest mainstream roleplay ding. Ja. Ik denk juist dat Dungeons & Dragons van al die geeky groot echt het laagste instapniveau heeft. Ja, ja, het wordt al wel uitgelachen door de echte nerd community, denk ik. Ja. Ja. Dus dat is wel... ik bedoel, community heeft wat lager gemaakt. Maar kort gezegd, het komt er gewoon op neer... Leuke film, 7, goed gelachen, popcorn vermaak. Voor de rest niet heel erg boeiend. En ik wist niet, je moet je een berichtje doen als je zegt, ik vind het lach om te zien, dan kan ik er rekening mee houden. Nee, ik snap maar ik had in deze had ik gezegd, ik ga gewoon allemaal Twitchers meenemen die D&D-fan zijn. Mm-hmm. Dus had ik een 6 plus 1 geregeld. Waar was het eigenlijk? Pathé, weer Belmer Arena. Pathé Belmer Arena, zoals altijd. Mm-hmm. Dus dat was heel erg leuk, met z'n allen een beetje daar gezeten. Alleen, moet wel zeggen... kijk, met jou heb ik dat ook wel eens. Met jou ben ik vaker daar geweest. Want jij weet ook, hoe ben ik op die premières? Dat weet je ook als geen ander. Hoe jij bent? Ja.
Ja, welke kant wil je op? Brand los. Je bent een... hoe noem je dat? Een sluipschutter. Een sluipschutter? Wacht even. Oh, wow, wow. Hoe bedoel je die? Wat is de... hoe ben ik op première als een sluipschutter? Ja, ik probeer een metafoor. Ja, doelgericht. Ik ben doelgericht. Doelgericht. Ja? En tussen de mensen door. En go. Ja, okay, en schieten. Okay. En dan weer... True. Ik zie iemand en ik weet... Jou moet ik even in je mouw trekken. Oh, moet even op de foto. Daar en daar. Dat moet ik even snel doen. Go. Exact. Het lullige hierbij was dus ook... Ik ben dat dus altijd alleen... Ik had nu de verantwoordelijkheid over 6 mensen op een première. Weet je wel? Die zijn babysitten. Ja, nee, dat niet. Maar heel veel was ervan... het de eerste keer dat we op een première waren? Ja, voor veel wel. Ja, dus niet, ja. Je moest ze allemaal bij handjes vasthouden, maar jongens. Dat is ook weer niet zo. Niet nu, aan de BN'ers zitten. Nee, dat is niet. Nee, ze zaten niet aan de BN'ers. Hoewel, Nosti was toch wel op een gegeven moment. Hè, er waren heel veel mensen die langsliepen. Ik zag Pearl Josephson, die was er bijvoorbeeld. Wie? Is die getinte dame die heel goed kan zingen, maakt het niet uit. Er waren een paar van die andere mensen, weet je wel. Noah Zeel was er natuurlijk. Je kent een paar YouTubers die er lopen. Op het station zag ik nog, die was heel erg leuk. Ach god, hoe heet die nou? Chris Segers. Ja. Hartstikke lachen. Hartstikke lachen, man. Zwitserleven bij Zwitserleven. Stonden daar en zei ze tegen mij... Oh, er zit één iemand herkend waar... Die zijn van Love Island. Au. Ja, dat... Ik had exact hetzelfde met onze stagiaire. Die is gisteren op de John Wick première geweest. Ja. Dus ik vroeg... Eergisteren was dat trouwens. Dus ik vroeg zo van... Heb je nog BN'ers gespot? En toen zei ze... Nou, heel veel kende ik niet. Maar ik heb wel Niels Oosthoek gezien. En toen dacht ik... Niels Oosthoek, wie de fuck is dat ook alweer? Hier gasten, toch? Ja, na een googeltje. En... Kelly Maxis? Nee, André. Ik dacht echt, wie de fuck? En nadat ik dat ging googlen, dacht ik nog steeds, wie de fuck is dit? Waar is zij bekend van? Ze heeft iets van 100.000 volgers op Instagram. Nou ja, prima. Maar ik dacht, oké, dus dat is misschien zo'n categorietje. Oh, die heeft meegedaan aan Love Island. Oh ja, nou ik heb dus, ik heb geskipt. Ik dacht, ik ga niet daarheen. Ik had geen zin in de John Wick première. Je was ervoor uitgenodigd. Ja, ik kreeg van al die kutsel, kreeg ik daar van binnen. Ja, want... Ben selectief erin. Ik werd nog heel hard uitgelachen van... Oh, ben jij niet uitgenodigd? Ik zei, weet ik veel, ik heb geen idee. Had je erheen gewild dan? Nee, maar dit was van Talpa. Want zij was uitgenodigd via Talpa. Kan dat Talpa daar een handje in heeft meegespeeld? Ja. Volgens mij heb ik het via Warner Bros. Gehad, een uitnodiging. Maar dat maakt ook niet uit. Nee, dat is alleen maar leuk en aardig. Maar John Wick, ik vond deel 1 leuk, deel 2 aardig, deel 3 dacht ik, poeh. En nu is deel 4 dat ik denk, ik ben me heel gaan verliezen nu ergens gaandeweg. Ik denk, dus we kunnen franchise ook uitmelken zoals dat. En dan voel ik hem niet meer. Maar kort gezegd, ik vond het zo grappig bij die première van Dungeons & Dragons. Dat ik dacht, ik ben met jou als daar geweest. En dan ben ik echt wel inderdaad, je zegt terecht een sniper. Mm-hmm. Ik weet gewoon wat ik wil. Ik weet ook de gesprekken die jij als na afloop hebt verteld. Dat ik jou dumpte met of een ex-vriendin van mij of met Jentel. Dat je tegen die muur hebt, heb je verteld dat er heel... dit is Bardo dus altijd, hè? Ja, dit is de première. Dat vertelde je toen, zeg maar, dat jij dat gesprek had. Dat ik dat gesprek had met? Mijn ex-vriendinnetje, Davy. Dat je daar wel eens mee had... dat kan wel. En ik dacht, dat klopt ook wel. Ik ben inderdaad dat ik zeg, oké, ik weet wat ik wil. Ik wil zeg maar de vrouw van de Universal spreken. Ik zie daar 4 influencers die ik moet spreken. Ja. Ik heb die en die even nodig. En ik moet toch zeggen, ik voelde me toch wel opgelaten. Op een gegeven moment ook wel uitgeleefd. Dat ik een soort hond aan de lijn is ook weer zoiets. Maar je merkt gewoon dat de window is veel korter. Je merkt gewoon dat... Maar je werd beperkt door die groep. Ik heb mezelf beperkt in de keuzes die ik heb gemaakt erin. Ik ben te pleasend, dat weet je ook wel van mezelf. Als ik een nieuwe groep meeneem ergens naartoe, wil ik ook dat ze het leuk hebben. Ja. Ik kan niet zeggen tegen iedereen hier diep is. Dus je voelde je belemmerd? Ja, ik voel wel verantwoordelijkheid gevoel. Ik denk voor mezelf, kut, heb ik iets te ver doorgezet erin. Maar je hebt iets te ver dat verantwoordelijkheidsgevoel doorgezet? Ik had het duidelijk moeten communiceren van voren af, denk ik gewoon. Want het was ook weer zo, dat heb je ook altijd, waarvan ik denk, god... Dat wij waren er om 6:00. Yeah. De eerste, die was wat een kwartiertje vertraging, was 6:15. Mm-hmm. Tweede was er iets, 6:50. Yeah. De laatste, de filmpremière begon 6:15. Was zeg maar 6:30, 7:05. Mm-hmm. Waardoor je zeg maar ook die doorloop hebt. Waardoor je zeg maar niet dat momentje hebt... dat ik op een gegeven moment zei, jongens, ik ga even pissen en roken. Yeah. Waar ik dan weer heel snel allemaal handen ging schudden. En hallo. Ik kwam er trouwens achter. Yeah? Dat op de première van... waar zijn we toen... Babylon, Black Panther.
Black Panther was het, denk ik. Ja, zo, nee, was het Memphis Depay was dat. Nee, nee, dan was bij die andere... Ah, nou ja, boeit ook niet. Maar in Tuschinski? Nee, het was niet in Tuschinski. Het was gewoon in zo'n bioscoop. Kinepolis, Quant, Ant-Man. Ant-Man was het, ja. Dat, toen ik naar de wc ging, heb jij blijkbaar een interview gedaan. Ja, klopt. Dat wist ik dus niet. Nee? Een collega van mij die stuurde dat door. Oh, ik zeg hier, waarom ben je Ant-Man? Dus ik zo, heb jij dat al gedaan in de tijd dat ik ben gaan pissen? Ja, ja. Toen ging je weer even snijperen. Ja, ik moet even snel een ommetje maken. Ja, dat baalde ik van. Ik heb dat interview dus deze keer niet kunnen doen. Dus ik heb deze keer niet... Dat vind ik wel... Ik heb zoiets bij mezelf. Kijk, en ergens kun je zeggen, dit is zakelijk, gaan we nu insteken. Mm. Want als ik een gesprek heb met mensen erover... Je kan zeggen, Bardo, wat boeit het, weet je wel? Jij helpt hun ook al door het op social media te posten voor 70.000 man. Yeah. Die praten nu over je podcast. Je komt op YouTube, het is op Spotify, Twitch. Yeah. Overal komt het voorbij. Wat boeit het dan dat je dit... Maar ik vind het ook wel gebaarlijk. Ik denk, hun hebben me wel 6-7 kaarten gegeven ervoor. Met een heel groepje. Aan de andere kant kan je ook zeggen dat het juist al heel veel extra hulp voor hun is. Dat is een hartje van hun community, de D&D-community, ja, die anders niet bereikt werd. Maar toch voel ik me een beetje schuldig. En ik weet, het is een zakenwereld. Ik weet dat ik mijn bek moet houden. En ik weet dat het... ja, het hoort gewoon niet uit te maken. Maar toch wil je zo'n soort handgebaar. Terwijl, zeg maar wat ik bedoel? Dat is, dat is het wrangige eraan. Dat ik toch ben voor mezelf dat ik even... een quoteje gooi of zo, boeien. Ja, maar dat is toch ook gewoon leuk omdat je onderdeel bent van die community. Je bedoelt van de filmcommunity of van... Ja, van de filmcommunity. Van die mensen. Ik bedoel, no offense, maar die filmpjes die gemaakt worden... zitten 9 van de 10 keer vol met TikTokkers... die nul verstand hebben van de film of de franchise... of waar de fuck ze ook over praten. Ik vond Paul Rudd een leuke man. Ja, precies. Oh, ik vind hem zo sexy. Hou je back. Zeg iets inhoudelijk over die fucking film of ik sla je. Ja. Maar dus daarom... ja. Ik snap dat je bekende koppen wil hebben, maar dan, ja. Nou, ik vind het zo grappig. Ik op een gegeven moment herken je wel een beetje de trucjes... die andere collega-influencers erop nalaten. Mm-hmm. Dat als je die filmpjes bekijkt, dat je weet... visual effects waren echt heel goed. Ja, ja, ja. Jij vond de film kut. Ja. Weet je wel? Nee, als ik altijd fan van Paul Rudd. Jij vond de film kut. Weet je wel? Wat je ook over Ant-Man had gezegd, jongens. Sorry hoor, maar dan krijg ik mijn bek niet uit. Wat had ik geroepen over Ant-Man dan? Nee, gewoon. Je was redelijk mild. Nou, ik was volgens mij als bijquote. En ik kan ook raden dat ik het best wel een kutfilm vond. Dat was geloof ik... Ja, man. Kang is echt wel de shit. Oh, ja, ja, ja. Dat was ja, zeg maar... Ja, ding. Ja, en dat ja, was ook waar. Ja, Kang dat is klopt. Ook, ja, klopt. Ja. En die, voor de rest was de film kut. Ja. Maar... Oh, dit was weer een Marvel film. Ja, ja, precies. Oh, okay. Ja, cool. Nee, er waren weer matige graphics en overdreven storyline die ik al 20 keer heb gezien. Wow, yo. Ja, let's go naar de volgende. Nee, ik hoop echt dat ze het over de kop gaan flikken. Want het sloeg nergens op de fucking Ant-Man. Klopt. Mania and the Wasp. Weet je wat ik heb gemaakt afgelopen week? Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Oh, wat ga je me nu laten zien? Kijk eens. Het kookboek. Het kookboek. Bardosso. Bardosso kookboek. Voor de meme. Ik kook vaker met Nosso. Oehoe kawaii. Moet iets erin hebben. Denk je dat ik al in het midden ben? Dat je zo ver bent? Nou ja, dat weet ik toch niet. Dus ja, we hebben allemaal dingen... Opwarm. Jij gaat echt daar beginnen op de aantekeningenblad. Geef me hier. Nee, ja. Ja, je gaat hier... Ik lees in een kookboek, lees ik opwarm. Jij zit hier, ding open. Er staat hier een dichtgevouwen A4'tje. Er staat hier, avondeten en de inhoudsopgave. Jij vouwt het A4'tje open, zegt opwarmmaaltijden, KFC skip. Ja, oh, dat staat daar. Het is heel duidelijk een aantekeningenblad. En jij gaat hier niet mee wegkomen. Nee, ik doe het wel. Jij hebt je kans gehad. Nee. Er staat hier heel duidelijk, best wel cool gedaan. Ja, een inhoudsopgave. Ik wou ook niet kutten. Ja, maar, ja, godverdomme. En dat viel ze maar op. Avondeten, we hebben burgers. Natuurlijk macaroni spaghetti. Heel goed. Taco burrito. Taco burrito. Spiesjes. AVG. AVG, gadverdamme. Ja, bami. Bami. Kipschotel. Kipschotel. En curry. Nice. Ja, dat heb je nu aan je arsenaal. Ja, je dus arsenaal. Ik heb ook de burgers gedaan die jij had gezegd. De burgersaus. Met burgersaus erbij, ja, dat is zeker waar. En? Ik heb niet alles erop geflikkerd wat je had gezegd, omdat het ook gewoon te veel van het goede was. Ja, dat snap ik. Lekker sausje wel, ga ik niet overliegen. Ja, ik had alleen een beetje, ik wist niet precies hoe ik alles in elkaar wil zetten. Want op een gegeven moment, ik was met Nos en die wou dus zeg maar andere dingen erop dan ik. Ja. Dus ik I don't know. Wat ik heb gedaan op een gegeven moment, ik heb echt allemaal bordjes en schaaltjes en dingetjes gedaan. Dat ik zei, oké. Daar flikker ik tomaat in, daar flikker ik de ui in, daar flikker ik een paar augurkjes in. En
pak maar wat je dan wil, weet ja. je wel. Ja, heel slim. Ja, vond je dat wel? Ik weet niet, ik vind het ook wel fijn als je juist die burger al samenstelt, dat die gewoon lekker samensmelt. Snap je? Ik bedoel, de Krabby Patty. Krabby Patty wordt. Ja, het is ook een beetje burger bouwen, hoort toch ook een beetje bij het proces. Ja, ja, vind je dat leuk om dat aan tafel te doen, dat je dan op nee, tafel... Nee, niet aan tafel. Nou, dat is wat ik heb gedaan dus. Ik heb dus allemaal bordjes neergeflikkerd. Oh, dus, en de, ja, maar dan wordt... Ja, nee, daar ben ik ook niet mee. Dus stonden zeg maar 5-6 bordjes. Moet wel in de keuken. Ja, dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb dat... Enig wat ik heb gedaan is wel... Het moet ook samen smelten met de kaas. Ja, de kaas heb ik wel weer laten smelten in de pan. Ja. Dat ik zeg maar... Ja, ik had de kaas over de burger gedaan in de pan. Ik had 6... Oh ja, dat doe ik ook. 5 burgers, 2 met kaas, 3 zonder kaas. Die laten smelten in de pan en klaargelegd. Ja, prima. Ja, toch? Dus goede aanrader was dat trouwens. En voor de rest, hier, kun je een blik nemen? Want dan, ik zal een blik nemen. Eens even kijken, want dan kun je gewoon lekker doorbladeren. Vooraan staan alle avondmaaltijden, achteraan staan alle ontbijtjes. Het is gewoon denk ik ook makkelijker. Dan kun je gewoon even bladeren en als ik naar de supermarkt ga, dan heb ik dat boekje mee. Dan weet ik direct wat ik nodig heb. Ik merk voor mezelf dat het wat makkelijker wordt om die dingen te maken. Zeg ik terwijl ik net macaroni heb lopen smikkelen. Maar dat maakt niet uit. Dat, Species. Ja, dat is een goeie. Champignons. Ja. Lust jij champignons? Ja, ik vond het niet lekker. Champignons is echt niet walgelijk, maar niet lekker. Dat is voor mij echt wel nog even een ver van mijn bed show. Ik ben even benieuwd in de chat. Wie van jullie houdt er van rauwe champignons? Rauwe champignons? Dat is een soort upgrade. Type 1 als je van rauwe champignons houdt. Type 2 als je er niet van houdt. Dan het is toch rauwe champignons, is toch niet te vreten, zou je zeggen? 1-1-1, 2-2-2, 50-50 een beetje. Ik ben dus echt, ik hou echt heel erg van rauwe champignons. Is dat echt zo? Maar het probleem daarmee is, dat moet je dus niet eten. Want daar zit een stofje in en daar krijg je kanker van. Dus dat is echt niet goed om te eten. Je krijgt overal kanker van tegenwoordig. Ja, dat is ook zo. Ja. Daar heb je eigenlijk wel gelijk aan. Ja. Maar ik moet mezelf altijd zo inhouden om niet gewoon een hele pak met rauwe champignons op te vreten. Ach, jezus. Oh, dat is zo lekker. Heel raar dit. Ja, oké. Nou, dan weet ik ongeveer hoe ik... Nou, ik weet dus wel bijvoorbeeld... Nos, die heeft wel eens bij mij ook dat ze dan voor de hamburgers ook bacon. Ja. Dat ze zo'n rauw sliertje ervan... Rauwe bacon, ja. Ja, dat is ook gevaarlijk. Ja, hetzelfde als rauwe gehakt. Vind ik ook lekker, maar ja. Rauwe gehakt? Rauwe gehakt, ja. Gewoon uit het verpakking even een hapje. Nou ja, als je, nadat je het gekruid hebt en zo, en je hebt dat dan even zo een stukje proeven. Echt waar, ja? Ja, natuurlijk. Maar ook even om te kijken of de mix van kruiden en zo... goed is dat je denkt, oh ja, dit kan... Kijk, ook een likje aan je vingertjes geven. Ja, maar je moet het toch ook een beetje proeven. Ik vind een rauwe gehakt ook heel erg lekker. Maakt het uit hoe het proeft, maar oké. Okay. Maakt het uit, je moet toch weten wat je gaat in de pan gaat stoppen. Als je door gaat, stop ik wat anders in. Dat is bizar. Echt, ik sta ervan te kijken, Danny Boy. Ja, nou ja, het spijt me. Dit kan mijn horeca niet hier, aan. Runda gehakt kan je prima rauw eten, dat bedoel ik. Ja, je denkt, echt waar? We hebben het niet over de horeca. Het is niet alsof ik dat... Maar in de horeca wordt ook weer alles gewoon helemaal kapot gemaakt, omdat het geen risico mag lopen. Dus. Bacon daarentegen is gewoon gevaarlijk, oké. Ja, alles rauw is... Ja, groenten kun je natuurlijk gewoon wel rauw eten. Rauwe vis is ook prima. Rauw, ja. Dat zei je moeder gisteren ook. Nee, maar ja, je moet natuurlijk nooit rauw vlees eten. Dat is altijd een risico, maar goed, ja. Gaat heus niet meteen dood aan. Voor mij is het een hele nieuwe wereld. Maar ja, ik vond die speeches ook wel leuk, lekker, oprecht goed. En, maar dat is gewoon kipfilet, champignons, krieltjes, krieltjes en een beetje paprika. Geen ui? Nee. Hou je niet van ui? Ik wel, maar Nos niet. Ah. Dus ik heb het van haar overgenomen. Maar je zegt, ui zou er ook bij kunnen? Ja, tuurlijk. Dat hoort er sowieso wel op zo'n spiesje. Oké, ik heb het dan volgende keer. Ja. Maar ik moet het nog even leren snijden. Ik had dat ook heel erg voor de hamburgers. Ja. Om die uien ringen te maken. Ja. Lukte me niet. Een uienring? Ja. Nou, je moet gewoon dan snijden, zodat je die rondje een beetje hebt. Dan kun je het elkaar halen en erop leggen, zeg maar. Of zo. Ja. Lukte me niet. Dat lukte niet. Ik was te strak met mijn uiensnijskills. Oh. Dus dat is heel kut. Maar ja, dit is een mes. Even serieus. Is dit een interessant gesprek? Vraag me ook af. Chat, is het type 1 voor ja, type 2 voor nee? Want het is een soort referentie naar vorige week, maar ik heb het gevoel dat we er te diep op ingaan nu. Ik ben toch wel benieuwd, hè? 1... Oké. Dit vind je interessant. We willen graag meer horen over jouw snijskills. Ja, hoe ik uien aan het snijden ben. Maar hoe snij jij zo? Hoe snij jij ui? Met mijn mesje, gewoon een scherp keukenmes. Ja, oké, we hebben de ui. Ja, die leg je in het midden. Ja? En dan gewoon tjak, 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 tjak. Tjak, oké. Ja, dat kan. Dat.
Ja. Ja, niet ja, eerst de zijkantjes eraf of één zijkantje en dat je dan makkelijk kan zien. Dat doen ze ook. Nee, oh. Nee. Normaal gesproken is de, volgens mij de bovenkant de afsnijden, ja. Een stukje. Dan natuurlijk bel je hem af, zeg maar. Ja. En dan... Ja, oké, dus wel twee puntjes aan de zijkant, die haken wel af en het dingetje. Ja, oké, okay, ja. De en kale dan, ui, praten we over. Kijk, als ik echt heel gewoon simpel doe, dus beide kantjes eraf, één keer door midden en dan halve uieringen snijden. Dat doe ik altijd. Ja. Als ik hem grof wil hebben. Duidelijk, jij zegt, oké, dus de zijkantjes eraf, dan door midden. Ja. Het punt is meer, als ik hem door het midden doe, dan kan ik hem niet meer zo goed vasthouden. Glipt hij door mijn mannenklauwen heen. Ja, je moet ook klauwen, hè? Klauwen. Je moet klauwen. Kijk, je doet de ui. Ja, dit is de ui. Dus dan... Haal eens gewoon je lul uit je broek. Ja, oké. Okay, ja. Dit is de ui. Gewoon je lul uit je broek. Nee, maar dit is de ui. Dan ga je en dan je gebruikt één vinger. Dus of dat je middelvinger is of je wijsvinger. Het die duw je naar voren. Het lijkt heel alsof ik me seksles geef nu. Sorry. Ja, oké. Okay, doe je één middelvinger. Maak je vinger een beetje nat. Ja, precies. Nee, maar en dan ga je snijden. En je houdt het mes heet het gewoon tegen je vinger aan. Dus je snijdt, zeg maar, en dan doe je je vinger langzaam naar binnen. En dan kun je gewoon zo met je vinger meesnijden. Oké. Okay. Want anders ga je dus... je moet het mes moet tegen je vingers aan, zodat je controle hebt. Nou, zeg ik ook weer wat. Nou, je weet voor volgende week dat ik dat heb geprobeerd. En dan zeg ik, ja jongens, dit werkt als een gek. Lentekriebels zijn vroeg. Ja, Krok, die zijn heel vroeg de lentekriebeltjes vandaag de dag. Oeh. Maar dat is duidelijk. Ja, ik vind ui ook zelf wel lekker. Dat weet ik wel inmiddels. Dus ui en knoflook is de basis van iedere nou ja, voornamelijk in de Italiaanse keuken. Maar... Nou, ik merk paprika kan ik ook nog wel goed chappen. Maar je verliest me wel heel erg als je, hoe dieper we erop ingaan met worteltjes en champignons. Ja, mushrooms. Beetje en paddo's. En courgette dan? Ik hou echt zo van courgette. Courgette? Oh, nee. Oké. Okay. Komkommer ook niet. Nee, maar dat is ook wat anders. Augurk vond ik trouwens wel weer een lekkere toevoeging in de saus die je zei. Ja, maar ja, dat is ook het magische ingrediënt van zo'n burgersausje. Ja, dat was een goede. Zuur is een goede tegenhanger. Met een paar... Weet je wat trouwens ook een goede tip is? No? Je maakt vaak kipstukjes klaar? Kip? Nou, niet vaak, maar kipfilet soms wel, ja. Ja, precies. Dat wordt heel snel droog. Mm-hmm. Gewoon in het zuur pleuren. Ja? Ja. Proef je niks van, blijft het super lekker mals. In het zuur van de citroenzuur, je kunt augurkzuur gebruiken, je kunt yoghurt gebruiken zelfs. Oké, okay. Maar als je het niet kan klaarmaken, is het bij voorbaat al niet lekker. Ik ben dus echt, jongens, ik ben echt nog altijd een noob. Hè. Ik heb nu mijn kleine kookboekje daar zo liggen. Dit is mijn stapjes die ik zet, mijn babystapjes. Ja, maar ja, dat is goed. Ik vond het gewoon grappig dat ik dacht voor mezelf om een kookboekje te hebben in de keuken. Dat je gewoon ten alle tijden iets kan pakken wat je zou willen eten. Achterkant heb ik nu wat ontbijtjes neergezet. Ja. Van wet heb ik nu geprobeerd, was wel lekker. Ontbijtjes? Notenkwark. Notenkwark? Roerbakei. Zo. Hagelslag. Wat is er? Notenkwark en heftige? Notenkwark, als in gewoon kwark met noten. Wat voor noten? Nootkrusli. Notenkrusli. Ja, die vier noten die heb je daar. Vind je dat lekker? Ja, vind ik wel lekker. Oh ja, ik vind dat wordt altijd een beetje zo snel... van. Het is wel een pappige bende, ja. Het is niet een explosie van smaak in mijn mond. Nee, maar noten zijn ook, zeker als ontbijt, ik ben een hele slechte ontbijter, maar noten, boah, zwaar. Ja, en ik zie al in de chat, vlees, laten we meer vlees eten. Het is niet zo dat ik geen vlees meer eet, hè. Het is echt toch wel, ik vind vlees is een must. Kan jij zonder, ja, voor jou is het natuurlijk lastig, maar ik vind het nog steeds moeilijk zonder vlees. Ik vind het echt moeilijk om zonder vlees. Ik heb mezelf nu voorgenomen om één keer in de week vegetarisch te eten. Mhm. Vind ik moeilijk. Ja? Ja, vind ik echt heel moeilijk. Wat zou je dan moeten doen als vegetarische meuk die je dan doet? Oh nee, ik doe nu gewoon echt wel zonder vleesgerechten. Oké. Okay. Niet eens een vleesvervanger. Want vleesvervangers zijn gewoon niet super. Daar zijn we nog niet, denk ik. Nou, ik heb dus in mijn vorige relatie heb ik heel veel van die veggie shit wel gegeten. Ja. Yeah. Was best wel goed te doen. Sommige. Ik zou... als ze gefrituurd zijn, is alles lekker. Ja? Nou ja, nee, kijk, bijvoorbeeld ik vind van die gefrituurde kipsnitzels. Mm-hmm. Weet je, die, als je die van de vegen haalt, van de Valais is dat volgens mij, ja. Die zijn lekkerder dan de originele. Oké. Okay. Alleen, daar zit dan zo'n krokant laagje om en het is vaak kip. En dan met kip is het sowieso wel ja, weet je wat ik een beetje lastig vind met dit soort gesprekken? Ik weet gewoon altijd, als ik nu ga zeggen tegen jou, ja...
ik heb wel tofu gehad, dat vond ik wel lekker. Ja. Dan weet je dat er een vegan in de chat zit. Oh, hij vond het lekker. Ah, ja. Oh, dan heb ik voor jou 100 recepten. Kom maar langs, ja. Het smaakt allemaal hetzelfde, godverdomme. Precies, ja, dat is echt exact. Ja. Je weet gewoon, die mensen, die als je ze een vingertje geeft, ze pakken je hele kloothand. Dus ik heb liever iets van, liever niet. Ja, nee, je kunt de hele encyclopedie wel over die tofu heen flikkeren, maar het blijft godverdomme tofu. Exact, wel, sommige dingen die ze doen zijn daadwerkelijk lekker. Ik moet bijvoorbeeld direct denken, een van mijn favorieten is, eerst waarmee ik het gevoel een beetje had, is die vegetarische of vegan kipnugget van de Albert Heijn, die je in de airfryer kan flikkeren. Ja, precies, maar dat is dus weer die met zo'n krokant laagje, kip, gefrituurd. Ja, true, maar dat is wel daarmee, als je het geen nugget had genoemd, maar een nieuwe snack, had ik het geloofd. Het had zeg maar, het is heel lekker, maar niet als nugget. Het is geen kipnugget. Nee? Zoals je wel bij een spicy nugget kan proeven. Hey, dit is een spicy nugget. Je hebt je kipnugget. Ik proef het verschil tussen een McDonald's nugget en een KFC nugget. Ja, dat is ook een big brain. Ja, kostte me 50 jaar en ongeveer suikerziekte, maar dan heb je ook wat. Een beetje kennis. Nee, maar aantekening op je cv. Alleen dit proeft zodanig anders dat ik denk, als je nou gewoon niet een vegan kipnugget had genoemd, maar gewoon een hoepie-toepie. Ja, zoals de knoepert hadden we ook heel lang. De knoepert. Ja, in ieder geval nieuw is die knoepert, jongen. Yeah. Weet je, dat de nieuwe snack, dat had heel goed gewerkt. Maar je moet het dan weer kunnen verkopen aan de hand of door ze roepen van nee, het is een nugget. Ja. Terwijl het is geen nugget, en flikker op, man. En daardoor had het veel beter uit zijn in zijn recht kunnen staan, denk ik. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ja, het introduceren van nieuwe snacks is moeilijk, hoor. Mensen zijn wel redelijk vertrouwd met veel dingen. Tuurlijk. Mensen dus zijn, misschien is het beter om juist de vertrouwde naam te gebruiken dan om een nieuw iets te introduceren. Ik snap wat je zegt, marketing-wise, bla 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 bla. Alleen ik vind het dan daarmee zo dat ik denk, als je nou, want als je alleen maar vegan shit blijft aanbieden aan mij, je blijft het noemen aan de hand van andere producten waar het op zou moeten lijken, snap ik dat het voor mij interessanter is. Ik liep vorige week ook langs het oprecht langs de kiosk in Utrecht. Yeah. Hadden ze dan vegan bacon ei. Oh jee. En dat ik dacht, ja, maar als ik vegetarisch ben, veganistisch of wat dan ook, en ik zou dat zien hangen, ben ik niet geïnteresseerd, want daardoor toch? Terwijl als ik bacon ei denk, heb ik ook niet geïnteresseerd, want het boeit me geen ene kut. Want dan zou ik het echt willen hebben. Toch? Ja, waarom zou ik niet nemen? Maar ik denk wel dat je dan nu vergeet, zeg maar, de mensen die vegan zijn of vegetarisch. Nou, voornamelijk dan vegan, denk ik. Die hebben dan wel nog van, oh, dit zou ik wel weer kunnen eten, omdat die ervaring van dat te hebben. Dus die smaak weer te ervaren. Nou ja, het zal niet helemaal hetzelfde smaken, maar wel, ja. Doe me toch ook denken aan die ene aflevering van South Park met Carpen. Toch dat hij dan toch helemaal tegen de vegans was en er helemaal naar werd overal van. Yeah. Totdat hij erachter kwam dat, volgens mij is het echt 2 jaar geleden of zo, dat vegans ook maar samengesteld voedsel was, of waar je niet weet wat erin zit. Dat het ook maar een soort substantie is van allemaal groenten en sla, weet ik veel wat, om te zorgen dat het lijkt of proeft als bacon, terwijl het geen bacon is. Yeah. En je dacht, oh, dat is gewoon net zo slecht als de McDonald's eigenlijk. Ik weet ook niet wat erin zit. Jee, het was Carpen helemaal om in die aflevering. Iedereen moet vegan worden, let's go. Let's go. Dat je dacht, oh, het is goed verzonnen, goed geschreven. Ja, ik denk dat het nooit helemaal het zal kunnen vervangen. En dat moet het ook niet doen. Maar goed, ja, we moeten toch wel iets. Ik zet al mijn geld in op kweekvlees. Ja? Ja. Nog altijd voor jou dan echt stukje vlees op Ja, nee, kijk, ik ben echt all about saving the planet, you know? Yeah. Is dat een Meghan Taylor liedje? Wie? All about saving the planet? I am all about saving the planet, weet ik veel. Ja, nee, ze is het van all about the base. Jezus, wat hij zo laat, godverdikke. Nee, die had ik nog niet gekoppeld. Vegan dingen zitten ook heel veel zout in vaak. Ja, ik denk dat ik er ook eindeloos documentaires maken over hoe slecht vegan is. Maar het is voor nu nog wel een stap naar de juiste richting. Ik heb al vaker erover. Nou, je moet gewoon proberen. Tenminste, dat heb ik mezelf voor. Ik moet helemaal niks. Nou, jawel, dan moet je wel. Voor je save the planet, worldwide. Zo. Nee, maar dat je moet wennen aan het feit dat je dus geen vlees in de maaltijd binnenkrijgt. Okay. En dat is denk ik het grootste waar mensen aan moeten wennen, waar ik ook aan moet wennen. Als ik geen vlees, dan denk ik van, oh ja, nu voel ik me niet verzadigd, ik mis iets. Mm-hmm. En dat is wel wat je dus bijvoorbeeld heel erg makkelijk kan oplossen door middel van kaas. Maar ja, dat is weer niet vegan, maar dat is wel, nou ja. I get it. Iets meer een vulling dan iets meer een vulling dan Ja, het is toch, ik vind altijd, gerechten zonder vlees mis ik altijd iets. Ja, maar
Als jij zegt gerecht zonder vlees, dan zou vis niet tellen. Want vis is, valt voor jou ook even in de vleescategorie. Of zou dat wel mogen? Nee, ja, vis, ja, dat weet ik niet. Ik vind het wel gek dat sommige mensen zeggen van... ja, ik eet af en toe wel vis. Dat ik denk, oké, dat is inderdaad anders dan vlees. Maar in mijn beleving is het probleem in de zee nog groter dan op het land, zeg maar. Ik bedoel, we vissen alle fucking dingen leeg. Mm-hmm. Dan heb je natuurlijk ook gewoon kweekvis, dus misschien... Is dat anders? I don't fucking know. Maar daar weet ik nooit. Ik ben een beetje eens. Vis moet net zo slecht leven hebben als een varkentje in een stal. Anders wil ik het niet eten. Ik wil proeven dat het heeft gehuild. Ja, ik wil dat verdriet, de laatste tranen van bestaan. Ja. Dat is nog zo knort van alsjeblieft niet. En dat je zegt, rats. En ik zeg, op mijn burgertje. Ja, kom maar in mijn mondje. Kom maar in mijn mondje. Ja, nee, ik snap dat. Het is maar dat we vlees op brood eten en dan vlees als snack en dan vlees bij het avondeten, I guess. Ja, dat is ook een punt, ja. Het is overal vlees, dat is niet... Maar ja, weet je, ik ben eigenlijk helemaal niet zo heel erg tegen vlees. Het is natuurlijk wel dat je... Oh? Ja, nee, ik snap uitstoot, bla, bla, bla. En dat is allemaal... En we moeten het ook echt minderen. Mm-hmm. Maar ja... Hebben we een BBB aan tafel nu? Een BBB'er? Een BBB'tje. Zo. Noem je mij nou een BBB'er? Ik noem jou 100%. Maar waarom ben ik dan een BBB'er als ik... Omdat je over uitstoot begint en dat je vlees wil eten. En dat je zei net, geloof ik, Mark Rutte is een leugenaar. Ja, dat had ik wel gezegd, ja. In een kleine context. Ja, even heel zachtjes tussendoor. Ik weet niet of iedereen het goed heeft kunnen horen. Maar ik dacht, nou Dennis. Je redt de boeren. Ja. Ja, zoals, volgens mij begon je ook over die plaat die je van de week had geschreven. Hoerend hart? Nee, ik wou dat Caroline van de Plas was. Gewoon een beetje. Ik dacht, oké, goede parodie, ik geef je weer, ga verder, sorry. Nee, maar dat, ja, ik weet niet, ik vind het gewoon heel erg, het is een moeilijk, lastig ding. Ja, ik zie een wereld zonder dat wij dieren eten ook nog niet voor me. Ik heb dus nog wel altijd dat ene ding, dat was een boek, lang geleden, weet ik veel, ik heb het vaker aangehaald, ik hou er ooit eens over op, maar vandaag is niet de dag. Vroeger aten wij dieren. Oh, dat is een boek. Ja, vind ik een hele sterke titel. Ik weet niet, het spreekt me heel erg aan. Ik denk inderdaad, over 200 jaar ga je dat misschien zeggen tegen je kinderen. Dat je kinderen zeggen, wat? Ja, maar dat zie ik dus niet voor me. Nee, dat... Nee. Nou, maar, ja, oké. Zeker dierlijke producten ook. Dat ik denk van, wat is er mis met het feit dat we... Nou zeg ik misschien stom, maar even... Hè, melk drinken van een koe. Dat is niks mis mee. Alleen het feit hoe we het hebben geïndustrialiseerd en massaproductie hebben gemaakt. Dat is het probleem. Ik snap wat je zegt. Maar ja, dat is toch... In deze, kijk, het is niet het einde van de wereld. Het is niet dat iedereen dood moet die dat, godverdomme... Oké, misschien een beetje, maar... Iedereen dood moet. Maar ik denk meer, kijk, iedereen die vroeger in de jungle leeft... Er leven nog steeds mensen in de jungle. Ja. Alleen is het meer een fascinerend soort. We denken, die leven in de jungle. Ja. En ik denk dat dat ook voor die mensen gebeurt. Net als de rokers, dat je die minder tegenkomt nu. En dat je zegt, de vleeseters kom je minder tegen. Het kan wel, het mag wel, het wordt denk ik niet verboden. Ja, zo. Het is goed punt. Het is meer dat je zegt, ik ken wel iemand inderdaad die nog dagelijks vlees eet bij het eten. Echt ja, waar? Precies. En hoe ziet die eruit? Is die dan wit vervallen? Dus praat echt over 200-300 jaar. Stemt die BBB? Zendt die BBB of niet? Ja, nee, ja, ik snap dat wel. Ondertussen wordt er in de chat, ik wil even zeggen jongens, niet dealen in de chat. Ik zie daar een krokkie gaan met, carbonaatje kopen. Oeh. Gaan we niet doen. Oeh. Als er steek is, ik geef je een tientje ervoor. Wat is het lekkerste vlees? Gehakt. Gehakt gewoon? Ja, ik ben heel saai, maar ik hou van gehakt. Ja? Och. Je kunt zoveel dingen met gehakt. Ja? Ja. Heb je een top 10? Sorry, ik zit kut. Wat is jouw favoriete vlees? Sparrow. Spare rib? Ja. Waarom? Kan je alles mee. Ja, noem maar top 10 dan. Doe het goed. Je kan met spare ribs op nummer 1... Sperp naar de muur gooien als Pokémon-kaarten. Oh, dat is altijd heel leuk. Wauw, dit voelt echt aan als een banjo-movie. Ik heb altijd een Sperp Jenga-blok. Dat ik zo een beetje Sperp eruit probeer te trekken en het onderaan gaan leggen. Je kan met Sperp, wat heel erg leuk is, zoals een basketbal op je vinger draaien. Kijk hoe lang je hem kan rondhouden. Wat vind jij van Sperp dips? Dips? Dips. Je gaat naar een restaurant en je bestelt Sperps, dan krijg je dips. En die gebruik ik nooit. Nee, gebruikt is er iemand... die sperrips dips actief gebruikt. Nee, toch? Nee. Ja, is er nog het voelt als een beetje als een soort van... je hebt je een paar sausjes, want... Ja. Zij zei laatst tegen mij, Nos, die zei... Ja, maar Bardo, jij gebruikt altijd zoveel saus overal bij. Oh. Ja. Jij? Ja, jij zei het ook al.
Ik ben een sausfreak, maar jij absoluut niet in mijn beleving. Exact, ik ook niet. Behalve stoofvlees misschien. Ja, die kan je niet meer krijgen, dus die ben ik gewoon weg. Kan je die niet meer krijgen? Nee, de koentje stoofvlees is nergens te verkrijgen. Ik zit al maanden te zoeken en ik zeg, waar is mijn koentje stoofvlees? Koentje. Ik wil gewoon een patatje stoofvlees uit België met dat logo. Ik had hem zo... Oh. Nergens is hij meer te koop. En het is vanuit mij dat ik denk, ik ben juist als ik ga vereten... ben ik echt vanille. Ik ben chips is naturel, mijn sperp is een sperp, mijn aardappel is kaal. Ja, ik heb... echt, maar is je aardappel kaal? Mijn aardappeltje is kaal. Hou je dat bij? Gepofte aardappel vind ik heerlijk. Dat is gewoon niks erop, gewoon kaal eruit lepelen. Waagt om knoflooksaus erin te flikkeren. Ik gooi je van de balkon. Knoflooksaus, ja. All the way. Heb ik zo vaak in restaurants dat je dan zegt, oké, gepofte aardappel erbij, niks erin. Niks erin, echt niks erin, echt niks erin. Er zit er wat in. Maar wat... Wat is voor jou, als er kruiden doorheen zitten? Vind ik ook een soort kruidenbisloop. Vind ik ook kut. Kaal. Ja, maar dan zeggen ze hier, meneer, ga maar zelf naar huis. En dan nou, heerlijk. Die... Doe hem lekker in mijn binnenzak. Heb ik voor thuis nog een toetje ook. Ja, flikker op, man. Nee. Ja. Kijk, het is voor mij gewoon, ik vond het zo raar. Ik stond ervan te kijken en ik dacht, ja, maar jij, gelukkig heb jij dat dan ook. Dat ik ben helemaal nee, niet... Nee, je bent geen sauspersoon. Ik ben sinds 2 jaar pas... Ja, nu wordt iemand weer doodmaken waarschijnlijk. Maar ben ik begonnen met mayonaise. Mayonaise? Nee, dat is echt sinds 2 jaar dat ik pas mayonaise gebruik in mijn leven. In mijn leven ook gewoon. Ja, waar gebruik je het zoal voor? Godverdomme, jongens. Even benieuwd, jongens. Wat is jullie favoriete stukje vlees? Ja. Dan ga jij eens kijken of je er in de tussenkant ziet staan. Pak ik heel stiekem even snel hulsje en een glaasje water. Jij hebt bier nog heel tijd. Ik heb bier. Biefstuk. Biefstukkie? Biefstuk is... Ja, dat vind ik altijd zo'n makkelijk antwoord. Biefstuk is echt... Dat moet zo afhankelijk van waar je het eet, hoe je het eet. Cordon bleu. Boomstammetje. Kijk, dat is een echte legend, hè? De boomstammetjes. De boomstammetjes is echt alleen maar zo'n ding dat je haalt in de aanbieding en dan vreet je het op en dan denk je, oké, nou, dit was ook wel weer een ervaring. Berenklauw, dat is toch geen vlees? Ja, er zit wel vlees in. Ja. Maar... Als het uit de frituur komt, telt het niet meer als vlees, nee. Hè? Nee. Ramskoteletten, jeetjes, wat zijn jullie allemaal high class? Is er niemand die gewoon blinde vink... Blinde vink. Steak raw, ja... Dat zijn jullie allemaal verwende mensen, man. Ja. Ik zag net ook al... Je zou toch ook iets high class willen kiezen dan? Als een stukje wat je lekker vindt? Dus, nee, ja, ik vind het... Ik heb meer, niet? Het is toch cooler als je gewoon kan genieten van iets heel simpels. Want iedereen die zegt dan... Oh ja, wat is het lekkerste stuk? Ja, biefstuk. Ja, dat hebben we ook maar bedacht. Ja. Mag je dan ook niet meer zeggen... Wat is de beste film? The Godfather of Lord of the Rings? Of nee, Black to the als Future. Je dat tegen mij zegt... Dan zeg ik ook van... Nou, oké, leuk. Prima. Ja, waarom heb je dat niet bij biefstuk dan? Dan mag biefstuk toch ook? Ja, nee, dat mag wel, maar ik vind het gewoon net iets te... Wat is je favoriete kleur? Mijn favoriete kleur? Zwart. Maar dat is geen kleur. Ja, precies. Dat is ook een beetje basic tegenwoordig. Zwart, wit, rood, blauw. Weet ik veel. Oké. Pulled pork van de barbecue. Biefstuk overrated. Ja, daar ben ik het stiekem ook een beetje mee eens. Ja, die chat gaat hier los op worden. Kip, maar je ziet weinig kip, mensen. Jij bent wel kippig. Ja, nou, ik zou ook zeggen, voor mijn favoriete stukje vlees blijkt toch bij de sperrip, hoor. Dan zou ik voor varkentje waarschijnlijk op nummer 1 hebben altijd. Hmm. Stukjes van de varken op nummer 1, 2 is de kip, 3 is de koe. Oeh, dus dat zou ik wel... Varkenshaas is lekker. Kijk, dit is een levensgenieter. Dit is een levensgenieter. Deze man snapt... Je haalt eetgeit eruit als levensgenieter, ja? Ja, ik weet niet. Kijk, hier. Nee, maar dat varkenshaas. Dan snap je wat een goed stukje ik heb eetgeit moeten googlen. Gewoon stel dat ze ooit bij opsporing verzocht iemand zoeken. Dat ik weet, oké, ik weet wie het is. Ik kan hem zo makkelijk aangeven. Ja, het is een gevaarlijk mens, moet ik zeggen. Eén ding is zeker. Barno eet geen halal vlees. Hahaha. Nee, dat klopt. Ja, omdat ik vark op nummer 1 heb. Oh, ja. Dat is dan niet een bepaald halal voor mij, bakker. Nee, dat is absoluut niet halal. Vind je dat een ding? Zal ik maar dat varkens smerig zijn en dat ze dan... Ik snap dat wel. Ik snap het ook wel, ja. De verhalen. Het is goed te onderbouwen, te onderstrepen, ja. Ja, maar het zijn ook gewoon ranzige beesten. Ja, ja, het is... Die zijn ook wel een beetje... Ja, true. Ik weet, mijn broer die had altijd, kreeg heel veel puistjes van. Dus daarom at hij geen varkensvlees. Oh. Die was gewoon altijd dat hij dacht, nee, moet ik niet doen. Oh, bijzonder. Ja, ik vond het ook weer logisch dat ik dacht, ja, als jij heel veel puist van krijgt of lichamelijke bijwerking, ja, stop er maar mee dan, zeker, toch? Zeker. Dus wat dat betreft heel chill. En ik hoorde trouwens ook, vlak voordat we begonnen, je hebt een nieuwe hobby, met je camera. Oh, ja, 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 dat is een... Ja, ja, ik heb een nieuw hobby. Ja, wil je nog verder gaan kijken wat nee, mensen nee, lekker zeker wilt eten? Nee, maar
Ja, nee, ik heb een nieuwe obsessie eigenlijk. Obsessie, joh. Ja, ik ben helemaal into de AI. De AI's. Ja, jij heet het AI. Ja. Mag het doen hoor, maar waarom noem je het AI? Ja, omdat dat makkelijk is. Hoe zou je het anders moeten noemen? Gewoon AI. Als in of het een Engels of Nederlands. Ik weet ook dat IPA is, maar ik zeg voor de lol IPA. IPA. En jij zegt niet voor de lol AI. Nee, ja, ik zeg wel AI, ja. AI. Maar wie is dat dan? Zelfs als het nieuws erover praat, is het AI, toch? Ook Nieuwsuur? Ja, misschien, ja. Weet je, voor mij is het al zo gewoon. Ik zeg gewoon AI. AI, oké. Okay. Je moet alleen nog Sjade achter zetten. Je kan het Franse liedje doen. Oh. Aisha. 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 Nee, maar ik probeer mij te verdiepen in de wereld van AI. Oké. Okay, alleen het gaat behoorlijk rap, dus het is ook heel erg moeilijk. En wat zijn de ontdekkingen? Wat is de eerste babystap? Wat is je doel? Waar ben je mee bezig? Is het ook een beetje vanuit mijn werk ontstaan. Omdat je daar ook veel dingen... Dan hebben we het over AI en ChatGPT. En ChatGPT is... Iedereen is bekend met ChatGPT, denk ik. Ja. Dat is in het onderwijs behoorlijk populair. Omdat het helemaal van... Oh nee, nu kunnen alle mensen zomaar een verslagje uit de computer toveren. Dus dat is een ding. En dan ga je natuurlijk ook kijken, oké, wat kunnen we daarmee op videogebied? En daar ben ik eigenlijk nu heel veel bezig. En ik probeer allerlei creatieve dingen te bedenken wat ik met zo'n bot kan doen. En een beetje testen. En wat voor dingen ben je aan het maken nu dan? Ik ben nu op dit moment bezig met een timelapse creëren van beelden. Dus eigenlijk een beetje. Dus wat ik doe is, ik zet gewoon een soort van setting neer op mijn tafel. En dan met een poppetje... maak ik een timelapse dat het poppetje zo over de tafel heen loopt. Mm-hmm. En dan maak ik een paar dingen, zet ik er op de achtergrond bij. Mm-hmm. En die flikker ik dan door zo'n AI. En daar probeer ik dan vervolgens weer een nieuwe timelapse van te maken. Oké. Okay. Maar het probleem bij die AI's is dat ze elke keer dingen anders interpreteren. Dus die timelapses zien er niet altijd heel mooi uit, omdat het niet hetzelfde blijft. Snap je wat ik bedoel? Is niet consistent in nee. De kijk, op het moment dat bijvoorbeeld... dit blikje zo voor dit ding komt, ja. Wordt het blikje opeens wat anders dan wanneer het hier staat. Dus wanneer het hier nog een poppetje of een mannetje is en hij komt langzaam hier zo, dan wordt het hier iets heel anders. Ja, precies. Want je bent een beetje afhankelijk van wat de AI erin ziet per keer. Precies. Je kan hem niet aansturen met wat het exact is. Nou ja, dat kan wel, maar dat begint nu langzaam ook wel een beetje te komen. Dat je dat wel... Want ik heb met Egbert een video gemaakt een keer. Die heeft hij nooit geüpload op zijn kanaal, maar heeft me wel de foto's nagestuurd. Mm-hmm. Van dat je Egbert's hoofd, mijn hoofd en zo in het programma kan stoppen. Ja. Aangegeven wat het ongeveer voor iets is, waar hij rekening mee moet houden. En dan moet je ook altijd Bardo Human intypen, weet je wel. Ja. Zodat hij weet, oké, er is een human hier in de foto. Ja. En dan zit je erbij waar je hem wil hebben, welke locatie. Maar ik weet niet of dat programma consistent dezelfde achtergrond kan renderen, zeg maar. Een poppetje kan laten lopen. Ja, nou ja, kijk, het kan allemaal wel. Op technisch gebied is het allemaal heel makkelijk. Mm-hmm. Of makkelijk, maar daar zijn die dingen heus wel toe in staat. Alleen het feit is, hoe stuur je het aan? Mm-hmm. En de meeste AI's die wij nu tot onze beschikking hebben, die zijn gewoon zo van, oh, genereer mij iets van dit. En dan, Dus ik ben denk ik heel erg op zoek naar iets waar ik geen verstand van heb, want ik kan niet helemaal in die wereld alles dingen aanpassen. Mm-hmm. Maar ja, het wordt wel steeds meer... Moet je dan niet dat 3D-programma gebruiken, wat Pinky ook gebruikt? Blender? Blender, ja. Ja. Kun je daar niet meer gewoon makkelijker AI in doen, dat je een 3D-wereld kan maken? En de AI kan duidelijk maken, joh, dit is de 3D-wereld ja, die ja, ik zeker. Heb. Dit zijn de muren, dit is de vloer. Zeker, 100 punten. Dan heb je nooit dat die achtergrond vervaagt met de personage. Nee, bijvoorbeeld. Nou, en dat is dus, ik ben dus echt daar op zoek van, oké, hoe kan ik de parameters aanpassen, zodat het krijgt, of dat het resultaat krijgt wat ik wil. Maar ja, dat is best wel moeilijk. En hoe ben je ermee bezig nu ongeveer? Een paar weken. Paar weken. En dan, je klinkt nu alsof je een paar weken lang elk weekend. Dus hoeveel uur heb je erin zitten? Pff, weet ik veel. 10, 15? Maar meer. Ja? Ja. Oké, is wel echt een goede hobby. Ik vind het gewoon leuk, interessant, kijken wat ik ermee kan maken. Ja. Ik heb ook alle oude materiaal. Ik heb ook een timelapse die ik ooit heb gemaakt van op de brug van een zonsondergang. Die heb ik ook door... Dat weet ik nog wel, als je dat heel lang deed. Je ging stormen achtervolgen. Ja, timelapse maken. Dat vind ik nog steeds heel erg leuk. Maar die heb ik dus ook door een AI gegooid in een Star Wars thema. Wil je hem zien? Ja, heb je hem bij de hand? Ja, ik heb hem wel bij de hand. Maar ik weet dat iedereen mee kan kijken. Dat vrees ik dan weer net niet. Maar dat ze geloven wel de reactie die we erop zullen hebben, denk ik. Ja, de wow. Of is het een kwartier lange video? Nee, het duurt maar een paar seconden.
Daarom, dus dan moeten ze het maar geloven op de blauwe ogen. Maar dan wil je dan eerst het... Kijk, dit is het origineel. Die heb je nog wel eens gezien. Wat hebben we voor? Dat is de oogst. Wat is dit? Ja, dat is... Die heb je denk ik wel eens gezien. Precies, en de mol gaat nooit naar huis, zeg maar, shot. Ze hebben altijd zo'n timelapse shot daar zo bij... Die is cool. Die heb je met AI gemaakt. Ja. Dit zijn... ik heb het ook iets minder gedaan. Een stuk of 80 foto's. Ja. Die ik allemaal één voor één door die kut AI heb gedaan. Daar deed ik ongeveer per timelapse deed ik er een half uur over. Om elke keer hersendodend. Oké, dit plaatje. Oké, dit invullen. Oké, volgende. Het is wel cool. Ja. Zou je dan niet in kunnen stellen bij zoiets van die tweede timelapse? Want voor de mensen die het niet meekregen. Dennis liet mijn filmpje zien waarbij... Eigenlijk gewoon heel simpel gezegd. Je had gewoon een beetje water met wat natuur, boompjes erbij. Ja, en een zonsondergang. Exact. Dus niet voor de rest, niet met dat aspect, niet heel bijzonder. Voor de rest, het is heel mooi. Je ziet de zon heel mooi doorheen trekken. Ja, nee, het is een klassieke... Maar is het dan niet slimmer als je dat dan doet? Je maakt er 80 foto's van om te zeggen... ik kies om de 6 frames... zeg maar om de 5 frames gaat de zon even onder. Waardoor het meer voelt. Want als ik dat net van net zie... voelt het meer alsof ik heb gekeken naar een jaar lang op een planeet of zo... Ja, dat, is, dus, dat is ook een ding waar ik dus achter kwam. Is op het moment, want dat, je ziet in die video voor de mensen veel wolken die langskomen. Dat, en elke wolk en ieder frame is weer anders. Dus die AI gaat elke wolk weer anders interpreteren. Ja. Dus als jij zegt van nee, ik wil een space Star Wars theme. Dan zegt hij opeens, oh, deze wolken zijn nu een fucking space station. Maar in het volgende frame zijn het fucking, weet ik veel, planeten. Ja, ja dat maakt het zo lastig om een mooie consistente timelapse te krijgen van iets wat echt gewoon voortbeweegt. In plaats van een mix van heet het... Inderdaad. Kan je ook instellen erin dat je bijvoorbeeld zegt, dus de eerste om de 10 frames gaat 24 uur voorbij. Snap je dat? Dan heb je heel mooi zonsondergang en dat hij bijvoorbeeld iets meer overloopt. Waardoor het eerste frame iets meer wordt aangepast alsof de zon op zou komen. Tweede plaatje staat hier wat hoger. Derde plaatje is het middag. Vierde plaatje gaat wat naar beneden. Vijfde plaatje is hier aan het ondergaan. Mm-hmm. Zesde plaatje komt de maan op. Snap je, want dan heb je veel meer het gevoel alsof je kijkt naar een dag op een planeet. Snap je? Ik denk dat ik snap wat je bedoelt, ja. Was dat te pittig of zo? Dan, ja, buiten het feit dat er überhaupt een zon zit in elke foto... Ja, nou, een beetje... ik probeer nu meer scènes te creëren waarbij er dus maar één klein ding mm-hmm. beweegt. Ja. Zodat hij zo min mogelijk, dat hij de rest eromheen zo hetzelfde mogelijk elke keer weer uithaalt. Ik snap wat je zegt. Ben je teleurgesteld in de eerste ding of niet? Ben ik teleurgesteld? Ja. Nou ja, het is een experiment. En ik heb wel zoiets van, het doet nog niet wat ik graag wil. Want ik zie je dus op TikTok ook timelapses van... AI shit, die dat dus wel doen. En ik weet niet hoe ze dat doen. Mm-hmm. Dus ik probeer dat ook voor elkaar te krijgen. En kijk, weet je, dat ding ook is, wat je laat zien van de zonsondergang, dat is nogal goed te vangen. Mooie kadering, inschatten waar de zon komt en je bent er vrij snel. Ja. Maar als je het een paar keer doet, als je vertelt over zo'n, je hebt daar zo'n Sackboy poppetje ja. Van PlayStation. Als je die beweegt, dat is veel lastiger. Helemaal omdat je die armpjes, die beentjes niet kan bewegen. Mm-hmm. Misschien als je dat doet en je zit er vol passie in voor 3 uur. Je gaat het bewerken voor 2 uur. Yeah. Ik klik dan na 5 uur op play. Dan zie je misschien voor jezelf een soort Lego-filmpje van een 8-jarige. Ja, ja, kut, sorry, ja kut. Nee, dat is me al meerdere keren nu overkomen. En dat is echt heel frustrerend. Ja, nou precies. Ja. Daarom zeg ik, ben je al een keer goed teleurgesteld? Oh ja, dus... nee, non-stop. Ik ben nog geen enkele keer tevreden geweest. Nee, dus... Moet je niet een Woody halen of zo? Zo'n Toy Story Woody? Nee, want het gaat niet eens zozeer. Kijk, dat Sackboy poppetje, dat ziet er gewoon grappig uit. Dus elke keer maakt hij er best wel coole poppetjes van. En elke keer ziet het poppetje er ook anders uit. Maar het blijft wel ongeveer dezelfde vibe. Dus je wil wel dat je kunt zien dat het een soort AI-generated sequence is, zeg maar. Krijg een beetje nu Everything Ever All at Once vibes hiervan. Oh. In die film had je dat ook, dat op een gegeven moment dat meisje gaat lopen... En dat ze door allemaal universum precies. zo... Precies, dat is, ook, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is ook een timelapse. Alleen daar zie je, blijft dus wel... Zij blijft hetzelfde, alleen ze wordt elke keer anders geïnterpreteerd door dingen. En dat is een cool effect. Ja, 100%. Alleen je wil en dat coole effect van elke keer wat randoms... Mm-hmm. van wat AI zo goed in is, vind ik. Ja. En je wil die consistentie behouden. Want dat is vaak... Dat is een beetje in mijn beleving waar ik nu tegenaan heb. De strijd met die AI's. Mm-hmm. Zo van, kun je die consistentie behouden... en toch die vibe van die AI erin, van het random...
En welk programma gebruik je ervoor dan eigenlijk? Playground AI. Playground AI. Ja, en ook wel DALL-E heb ik ook al, alleen die doet niet helemaal wat ik wil. Oeh, DALL-E, dat is die heeft een wachtlijst, toch? Nee, DALL-E 2 kun je gewoon in. Echt waar? Ja, maar heel veel dingen hebben inderdaad. En nu zijn er weer heel veel nieuwe uitgekomen, dus daar kun je allemaal ook niet in. Ik heb Midjourney ook geprobeerd, maar die deed helemaal niet wat ik wil. Mm. Wel leuke bot trouwens om mee te spelen. Ja? Midjourney, ja. Heb je al voor jezelf een nieuw profielfoto gemaakt? Ja, wil je kijken. Jij hebt je erin? Ik ben heel erg lelijk als je mij door Midjourney heen draagt. Ja? Ja, nou, want kijk, zo'n ding kijkt natuurlijk naar jouw... karakteristieken. Ja, nou, dat ik denk, oké, ben ik dus echt zo fucking lelijk? Ja, daar schrok ik wel van. Ja, daar schrik ik ook van als ik je soms langs zie komen. Houd je bek. Dat kan toch niet, dat kan toch niet. Kijk, hier bijvoorbeeld deze. Oh, jezus, jongen. Je kreeg eens één keer zitten doen met deze kamer. Misschien kan die wel pakken. Oh, deze? Ja, vast wel. Dit is echt... Het is zeg maar de bad guy in een of andere film, zeg maar. De drugsdealer, de steegje vibe. Fucking lijp, hè? Ik vind wel, de kleuren en zo, het idee is heel cool. Alleen, ja... Je kunt ook nog opzij. Ik heb ook nog een andere. Daar lijkt echt net een kind. Oh, wauw. Deze? Ja. Oh, ja, dit is gewoon beledigend aan het worden. Dit is niet wat je ervan had gewild, denk ik. Ja, dus pakt hem niet scherp. Nee. Kutcamera's, godverdomme. Dit is, maar dit is wel oké. Ja, ik moet zeggen hoor, ik heb hetzelfde gehad. Het was heel confronterend toen ik het ging doen. Ik zie iedereen op Insta heel veel mooie foto's ervan plaatsen en zo. Oh ja, dat was toen, maar daar moest je toen voor betalen, toch? Ja, dat is die hele fucking influencer dat. Hele flauwe tool die ze ervoor hadden. Ja. En met Egbert hebben we toen iets van 300 foto's gemaakt. Ik was echt met 5 tot 10 maar blij. Want voor de rest, ik voelde ook heel veel gekke dingen in. Dus begrijp ik niet verkeerd, ja, weet je wel. Sovjet propaganda poster, partnerperson, ja, leuk. Maar ja, dat was inderdaad... Dan zie je inderdaad weinig tanden, grote kin, onderkin, haren rossig, inhammen. En ik, oh god, David zeg. Maar hebben jullie 3D-foto's gemaakt? Hij heeft een programma waarbij je dan allemaal foto's van mij googelt. Ja, precies. Die zet je erin, zodat hij referentiekader heeft. Ja. En met al die foto's kan hij dan een nieuwe genereren. Want je hebt, als mensen dat thuis willen kijken, als je de video van Corridor Crew over hebt, die maken dat ook. En die maken dan een 3D-scan van een gezicht. Mm-hmm. Gooi je dat ook in zo'n AI. En die kunnen dus echt super vette dingen genereren. Maar dan moet je dus echt die AI gaan trainen met jouw gezicht. Oké, als een hondje, zeg maar, bijna. Hondje? Ja, gewoon zo'n hondje dat je de AI moet gaan trainen. Ja. Wat cool. Ik zal het even gaan checken. Ik heb dus nog nooit echt heel veel dingen zelf gedaan met AI. Mm-hmm. Ben vorige week of anderhalf week geleden voor het eerst zelf ChatGPT gegaan. Ja. Ik dacht, wel lachen, maar ik weet niet zo goed waar ik het waarvoor ik het direct kan gebruiken. Ja, als je niet op school zit, dan heb je sowieso... Maar weet je, wat je bijvoorbeeld wel ziet, is dat je het zou kunnen gebruiken als een soort Google... Ja. Dus je zegt van, met je koken, als je denkt van, oké, hoe maak ik een lekkere burgersaus? Kun je in principe gewoon aan ChatGPT vragen, vertel mij hoe ik een lekkere burgersaus maak die binnen een korte tijd klaar is. En je krijgt gewoon bam, een supergoed resultaat. Waar je bij Google gewoon moet checken van, dit is kut. En dan... Meens, ja, true, dat prijs je op privéleven. Ja, kijk, ik zou het met name willen gebruiken. Maar ook op professioneel gebied. Schrijf een leuk script voor Banjo Movies. Ja, zeker. Als jij zou zeggen, schrijf 10 grappen over situaties die je niet moet doen bij de politie, krijg je instant gewoon een script. Ik ken het. Ik heb er veel dingen ook al mee gezien en gedaan. Alleen, ik weet niet wat ik mag zeggen. Er komt zeg maar binnenkort een groot project aan van een mede-creator. Dus ik wil niet het gras onder zijn voeten vandaan halen. Die vertelde mij toevallig bij de première nog hoe of wat eraan gaat komen voor hem. Hmm. Wat een heel leuk idee is wat hij heeft. Het enige rottige is een beetje dat, terwijl hij het vertelde, het is leuk omdat het kutgrappen zijn. ChatGPT is niet grappig. Hij kan heeft heel veel moeite ermee om grappig te zijn. Ja, oké, maar dan heb je het wel over humor is een ding met zoveel subtiele details en randjes. Dat kun je niet van een bot verwachten natuurlijk. True. Maar goed, als jij bijvoorbeeld zegt van, wat is de ideale setup voor een podcast?
Mm-hmm. Dan gaat hij je ook vertellen van, nou, veel mensen gebruiken Rode microfoons met een Rodecaster, whatever je noemt. Ja, toen, maar dat is gewoon basisfeitelijke info. Terwijl een goede grap is weer subjectief. Ja, precies. Dat is veel meer gericht op emoties. Dus dat zou je niet van zo'n bot per se goed kunnen. Nee, hij kan misschien wel inzien dat wat de basisdingen zijn die grappig kunnen zijn, hoe een opzet werkt en zo. Yeah. Maar hij kan misschien veel moeilijker inschatten wat nou precies grappig is en waarom dat dan precies grappig is. Net zo goed als dat hij ook waarschijnlijk heel lastig kan inschatten, juist makkelijk kan inschatten wat een goede drama is. Dat heeft ook zijn vaste elementen. Iemand die doodgaat met een vader of een moeder of een dochter. Ja, of een het zal heel cliché worden. Natuurlijk, het wordt dat is natuurlijk waar die ook op gebouwd is, op al dingen die al gebeurd zijn en gedaan zijn. Ik denk dat we de artiesten moeten verdedigen hierin, want dat wordt heel veel geroepen, dat al die AI-shit weg moet. Want de kunstenaars die worden geript en dan krijg je geen geld ervoor. Nou ja, het is natuurlijk wel een dingetje waar we straks wel tegenaan gaan lopen. Als je kijkt bijvoorbeeld nu naar Adobe Firefly, ik weet niet, dat is een nieuwe functie van Adobe, de AI van Adobe. En die is, dat is eigenlijk een soort van kunstgenerator. Mm-hmm. En die is getraind door middel van alle Adobe stockfoto's. Dus waar zij dan graag hun pijl op richten, is dat dus alle creators die dus op Adobe stock posten, mm-hmm, een vergoeding krijgen voor hun spul. Want die bot heeft dus hun foto's of hun creaties gebruikt als input. True, ik snap wat je zegt. I get what you say, ja. Maar het is zeker een gevaar voor artiesten. Want ja, weet je wat het probleem denk ik is? Is dat voor echte kunst gaat iedereen wel naar een persoon. Jij weet ook wel dat als jij naar de IKEA gaat voor een schilderij, dan krijg je één ding die iedereen al aan de muur heeft hangen. En dat geldt ook straks voor die AI-shit. Maar weet je wat een beetje het ding is? Originaliteit bestaat gewoon niet. Nee, het is tenminste dat die AI nog een eigen interpretatie ervan geeft. Precies, hij gaat niet één op één klakkeloos. Hij neemt elementen over. Dat doet elke kunstenaar. Nee, maar je wil toch een soort van verhaal en een soort van extra ding. En een kijk, waar het natuurlijk wel handig voor is, is gewoon de massameuk. Mm-hmm. De mensen zijn helemaal lijp van stockfoto's. Van als je op je tijdlijn scrolt, je kan meteen stockfoto's eruit filteren. Dan denk je, dit is een advertentie, dit is een gesponsorde post. Daarvoor is het natuurlijk wel heel erg handig. Dat mensen allemaal gewoon heel erg leuke, mooie gegenereerde beelden kunnen gebruiken om hun posts te ondersteunen. Ja, true. Nou, daar zal het wel voor gebruikt worden, want dat is de grootste afzetmarkt. Nee, kijk, ik ben juist voorstander van AI. Ik vind het gezeik over de kunstenaars beschermen heel stom. Ja? Want ik vind de grootste kunstenaars van de vorige eeuw, dat waren allemaal rip-offs van elkaar. Mensen die juist bestonden door de andere kunstenaars. Ja. En dat begint eigenlijk al bij Van Gogh. Kan je zeggen dat Van Gogh werd populair omdat de foto net was uitgevonden. En omdat de foto net was uitgevonden, wouden mensen niet meer een fotorealistisch portret worden. Ja. Al die kunstenaars niet meer relevant waren. Dan kun je zeggen, ja, maar die foto, je had het werk van die kunstenaars. Maar het gaf ook weer werk aan nieuwe kunstenaars als Van Gogh. Precies. Om juist een, iets meer abstract te gaan denken over de kleuren die we waarnemen om ons heen. Ja, en dat werkte verschrikkelijk goed. Hij heeft er geen windeieren gelegd. Ja, hem wel, maar zijn namen staan er niet. Nou is het natuurlijk wel zo dat we in een digitaal tijdperk leven. Ik denk dat het niet vergelijkbaar is met de overstap van schilderen naar foto. Nee, maar dan kun je alsnog anders zeggen. Hè. Dan kun je ook weer beginnen bij David Bowie. Die man die was niet origineel. Die heeft alles gejat van alle kanten. Ja. En daardoor was hij hartstikke origineel. Ja. En dat is het hele ding van AI. Nou ja, het is niet origineel, maar omdat hij alles jat van alle kanten, wordt het heel erg origineel. Ja. En dat is juist dat je denkt, ja, David Bowie was een volkomen unieke artiest. Mm-hmm. Omdat hij niks zelf verzon. Omdat hij alles jatte. Ja, come at me. Dat is een van de beste kunstenaars die we hebben gehad. Picasso had de beroemde quote, een slechte artiest neemt over en een goede artiest die steelt. En dat is ook zo. Ja. Als ik doorheb dat jij dingen overneemt, ben je een waarloze AI, ben je een slechte artiest, dan heb je een fuck off. Ja. Maar als jij gewoon goed jat, als jij duidelijk ziet, oké, Dennis heeft hier met een Sackboy poppetje dit gedaan, maar dat moet eigenlijk sowieso, dus ik jat je hele idee en ik doe het gewoon goed. Ja, dan moet ook een verhaal opeens dan aanzitten, vind ik. Als je iets unieks eraan wil toevoegen, dan moet je daar ook wat meer doen dan... Tuurlijk. Ja, maar ja, weet je, als het kan niet klakkeloos overnemen zijn. Daarom, slechte artiest neemt over, goede artiest jat. Het is natuurlijk ook wel veel kunstenaars tegenwoordig zijn ook, die zijn dan kunstenaar en denken dat alles wat ze dan mogelijk maken, dat dan kunst is. Ja. En die zeggen dan van, oh ja, maar als ik dat kan laten doen door een computer, ja, wat heeft dan de toegevoegde waarde van mij als kunstenaar? Die is er niet. En
ik denk dat veel kunstenaars zich dan goed achter de oren moeten kruipen. Wat is mijn toegevoegde waarde? Mm-hmm. Want er zijn echt fucking veel kunstenaars of artiesten die weinig toegevoegde waarde hebben aan het product die ze maken. Dus ik denk dat het misschien wel een goede filter zal zijn door alle nep kunstenaars. Ja, die gaan goed voorbeeld daarvan, waar ik nog steeds zo verbaasd over was, is dat ik was met mijn vader naar een museum. En daar was een expositie over klimaatverandering en het stijgen van de zeespiegel. Dus ik dacht, wow, cool. En dat was een 3D ervaring met geluid en beeld. Dus ik dacht, nou, dit gaat wat worden. Met deze opbouw, ik hou mijn hart vast voor je. Dit gaat wat worden. Ik was echt dat ik dacht, wow, joh. Nou, dus je gaat zo'n gordijntje door, komt zo'n kamer binnen met overal beamers en projectoren. Ja. En er waren een paar soort van stenenachtig hoeken gemaakt. Ja. Dat was gewoon een of andere boomer die in Unreal Engine een soort een heel groot vierkant blok had gemaakt met daar water overheen. Dat dan heet het zo golfde zo. En onder water dan een paar plantjes. En toen dacht ik echt van ja, sorry, maar ik heb games uit de 90s gezien die beter eruit zagen dan dit. Dat voor de Mario 64 experience. Precies, precies. Alles was gewoon hoek. Iemand heeft gewoon een middagje in Unreal Engine lopen kloten. Of Blender, whatever. Ja, ja. En heeft hiervan zijn interpretatie van klimaatverandering gemaakt. Ja, rot op. Oh, wat kut is dat, ja, zeg. Ja, ik vond het zo slecht. Ja, maar ik denk altijd, weet je wat het is? Ook onkunde. Iets waarbij er een grote generatiekloof is. Of dat je iets niet kan goed kan dekken. Ik vind altijd een van de dingen die jouw vader heb je bij ons verteld. Die vader heeft het een keer gedaan. Die had een foto gedaan over de Tweede Wereldoorlog. Yeah. En die heeft het heel slim op zijn onkunde. Hè, sorry voor je vader om het zo te noemen. Yeah. Heeft hij heel goed weten te bedekken met die Band of Brothers muziek. In een afgesloten ruimte heeft hij een tent gemaakt. Band of Brothers muziek. Bunker. Een soort bunkertje ervan gemaakt. Dat was echt een bunker. Echt een bunker. Ja, dat was alleen maar slim. Dan hoef je nog minder bewerk te doen. Om het te verbergen. Dat je dat niet hoeft na te bootsen of wat dan ook. In mijn hoofd was het dan een tent. Maar is het echt een bunker? Ik ben er niet geweest. Jij bent er geweest voor de duidelijkheid. Jij weet nee, ik het ben er niet geweest. Oh ja, in ieder geval. Maar dan kan ik me heel goed indenken als je daar die foto's neerzet. Die Band of Brothers muziek. Ja. Helemaal als het echt een bunker is, wat jij ook zegt. Ja, ja dan in plaats van overdreven erg iets willen nabootsen. Stel je doet op het grasveldje voor de huis van je ouders, weet je wel. Mm-hmm. Dat je daar een tentje neerflikkert met Band of Brothers muziek is al wel goed. Ja. Maar ja, hoe groot je het wil maken, zoals met dit, met die Unreal Engine. Ja, dan val je gewoon door de band en dan wordt het heel kut. Ja. Snap je een beetje wat ik bedoel? Nee. Want juist, er zijn beperkingen. Je vader heeft een visie, die kan niet die hele visie uitwerken. Ja, dat snap ik niet helemaal. Want dat is... Hoezo? Ja. Je moet toch werken als creatief een beetje beperkt. Heeft hij een Quentin Tarantino budget? Dat hij een heel set kan bouwen en dat je door de loopgraven kan gaan met een foto van je vader? Maar dat was ook niet de bedoeling, toch? Nee, omdat dat niet mogelijk is. Dus dat kun je direct afschieten. Dus dan werk je met de beperkingen die je hebt. Ik geloof dat creativiteit ontstaat bij de gratie van beperkingen. Ja, oké, als je het zo gooit. Ja. Dus ook alle beperkingen die je van nature neemt. Als ik een Bayern-movie schrijf, dan ga ik niet Brad Pitt erin verwerken. Weet je? Nee. Dat zou nergens op slaan. Ik ga niet explosies erin verwerken. Ik ga niet een dolly shot. Ik ga niet een crane. Dus ik weet, oké, hoe ga ik dan eromheen om toch een establishing shot te maken zonder een dolly? En ik weet, ik heb geen geld. Nou, wat wij bij Bayern-movies altijd deden, dat is de flauwe truc. Ja, sorry voor iedereen dat ik het ga spoilen nu. Ik deed film het gewoon heel stom. Ja. Rechterop. Ja. Ik liet jou als kijker onderdeel zijn van de grap. Mm-hmm. Dat wij ook maar kneuzen waren op een grasveld. Ja. Want dat werkt het beste. Ja. Want als ik met een dolly shot naar voren was gerold en je ziet ons daarna weer als kneuzen op een grasveld, dan denk ik, ja, dat slaat nergens op. Ja. Nou wat doen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar dat deed mijn vader niet. Nee, maar het is meer van... geen comedy, nee. Bedoel je dat? Nee, maar het is niet zo dat hij dacht van, oh, ik kan niet laten zien hoe de oorlog eruit zag. Dus ik ga maar zoveel mogelijk dingen proberen. En laten we het dan anders zeggen, want daar zou je me wel kunnen vinden, denk ik. Je vader heeft op dat moment met die tentoonstelling als creatieveling het meeste gemaakt met de middelen die hij had. Ja, nou ja, hij heeft iets extra's eraan toegevoegd, zeg maar. Wat normaal gesproken een fotoserie was geweest, precies, is nu er waren oude omaatjes die na een paar minuten huilend naar buiten gingen. Want die dachten, dit kan ik niet aan. Ja. Nou, dat is wel... Groot compliment. Ja, het is tegelijkertijd heel zielig. Maar inderdaad, het is denk ik het beste compliment wat je kan krijgen. Maar ook als je dan gaat kijken naar wat jij hiervoor zei met die tentoonstelling waar je bent geweest over dat water. Ja. Dat is iemand die zich niet kon neerleggen bij die fucking grenzen. Die dan nou wel, ja, dat ook. Maar ik denk dat het voornamelijk is dat de entitlement van kunstenaars. Dat dus als je een kunstenaar bent en je... Kijk, in mijn beleving moet je ook iets goed kunnen.
of moet je je vak heel goed beheersen? En als dan zo'n kunstenaar, ook al denkt hij misschien heel kunstig... Ja, betekent niet dat je dan op een gegeven moment iets maakt in Unreal Engine... wat dan kunst is. Nee, want jij bent niet goed in Unreal Engine. Nee, dat... Terwijl als je games... weet ik veel, er zijn zat game developers en mensen die assets maken. Dat zijn dan meer kunstenaars, vind ik dan. Alleen die vinden... Ja, die noemen zichzelf geen kunstenaar. Maar die zijn wel fucking goed in iets wat ze doen. Zoals het wel zijn, als met die hele setup en decor... waar we het net over hadden van de Mandalorian... Ja, die witte muur, dat ik denk, holy fuck. Ja, ja, dat wordt allemaal gewoon even op de scène gezegd. Oh, je moet nog even een steen bij. Oké, nou, dan wordt er even een steen gegenereerd. En, Maar dat is ook heel erg het stigma wat er heerst... dat kunst en commercie niet samen zouden gaan, hè? En daar ben ik er altijd niet voor of niet mee eens. Ik vind commercie en kunst gaan prima samen. Juist, mag een beetje commercieel zijn. En ik snap ook dat als jij zit op de set van de Mandalorian... je hebt een hele 3D-omgeving ontwikkeld. Daarin wordt de Mandalorian opgenomen. De regisseur zegt, kan je die steen verplaatsen? Mm-hmm. Kan je zonnetje toevoegen? Doe daar nog maar even een Jabba-Wookie. Jabba-Wookie? Ja, ik veel. Gooi die even in de hoeken bij. Ja. Die zet je erbij. Dat het dan heel commercieel voelt. En dat je bij jezelf denkt, ja, maar wat, tot in hoeverre... is dit deze nog van dit jouw kunstwerk... als je zo laat beïnvloeden voor geld? Ja, vind je? Nou, dat is de stelling die vaak geopperd wordt. En ik snap de essentie, maar ik ben het er niet mee eens. Nee, ja, kunst is meer dan alleen het eindresultaat. Ja, maar in principe kunst wordt toch ook een... als je het heel filosofisch en zweverig wil zeggen... een verlengstuk te zijn van de geest, van je ziel, van je emoties... van de dingen die je voelt. Ja. En of het dan verdriet, geilheid, humor, een beetje pijn is... dat kan je vastleggen met een heel mooi doek, in een mooie plaat, in een mooi toneelstuk. Ja. Overal kan je dat in verwerken, waar je ook maar zou willen. Ja. En dat respecteren wij. We gaan als kijkers daar naartoe, we nemen dat waar, we nemen het in ons op. Het doet iets met ons. Ja. Hè, de kunst zit uiteindelijk in... Het is ook een beetje een balans, vind ik. Hoe bedoel je een balans? Nou ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld artiesten als Andy Warhol of zo... die waren heel erg op dat verhaal en die emotie. En wat ze daadwerkelijk maakten, was niet zo moeilijk. Nee, dat kun je bijna vergelijken met iets als het Nike-logo. Een heel simplistisch iets. Ja. Met een diepere lading, wat heel herkenbaar is geworden. Zoals de blik tomaatsoep van Andy Warhol. Ja, precies. Of hier wat aan de muur hangt natuurlijk ome Keith Haring. Die met een paar simpele poppetjes die ook iconisch zijn geworden. Ja. Of de Mexican Cat kun je ook wel op die manier gaan bekijken als je het zou willen. Maar, ja, maar dat is altijd wel denk ik de balans waarover je het hebt in kunst. En ik denk dat iedereen een bepaalde voorkeur heeft. Mm. Alleen ik denk dat iedereen ook wel ongeveer kan inschatten wanneer iemand van de ene kant van de weegschaal afvalt. Als je zegt van ik heb nu heb je echt geen reet gedaan. Bijvoorbeeld wat ik dus had bij die tentoonstelling van dat. Ja, nee, het is leuk wat je nu probeert te verbeelden, maar we zien dat je het gewoon niet kan. Ik heb dat heel erg bij het grootste kunstwerk wat we in Nederland hebben. Want het grootste schilderdoek wat we in Nederland hebben is... De Nachtwacht? Precies. Ik vind het altijd heel fascinerend dat commercie daar zo'n grote invloed in heeft gehad. Wat voor Nederland weer heel erg belangrijk is op het wereldtoneel wat we hebben gespeeld in onze geschiedenis. Hmm. Want is tenslotte, de Nachtwacht is gewoon een commerciële opdracht geweest voor Rembrandt. Ja, die moest dat gaan schilderen. Oh, ja. Ja, dus, het moest ergens hangen, toch? In de gemeentehuis of zo. Het paste toch niet? Het was toch eerst nog veel groter? De Nachtwacht is 2/3 van verloren. Rechts en links zitten nog grote lappen die weg zijn gehaald. Want die moesten eraf omdat die door de deuren heen moest of zo, toch? Ja, en die doeken zijn uiteindelijk dus kwijtgeraakt. Ja, lijp. Alleen het is dus ook zo dat bij de Nachtwacht bijvoorbeeld, dat je weet... Dit is niet de directe eerste visie van Rembrandt geweest. Nee. Die mannetjes hebben daar gestaan en die zeiden op een gegeven moment... van ja, hey, Rembrandt, ik vind je heel erg leuk. Maar kan je even mijn kop wat minder dik maken? Kan je die licht even wat weghalen? Ja. Zeg, sorry, Victor is 2 maanden geleden met ontslag gegaan. We mochten halen hem toch maar eraf, weet je wel. Doe Peter Jan er maar bij. Ja. En je weet gewoon, voor iemand als Rembrandt moet dat heel frustrerend zijn geweest. Ja, maar Rembrandt was natuurlijk ook wel altijd een... Of weet ik veel. Maar dat, wij zien nu Rembrandt wel als een kunstenaar die ergens heel goed in is. Ja. Niet zozeer om zijn visie op kunst. Wij vinden Rembrandt een goede kunstenaar omdat hij gewoon echt knettergoed was in het vak wat hij deed. En weet je ook wat hem onderscheidde van de rest nog? Het lichtval. Oh ja, daar was hij heel goed in. Lichtval was zijn hele ding. Dat hij juist het licht als een van de eerste uniek wist vast te leggen. Ja. En, dat is in ieder geval voor Rembrandt een groot ding geweest. Maar het neemt niet weg dat het is voor hem belangrijk geweest. Ironisch genoeg, weet je ook hoe hij gestorven is? Nee. Eenzaam en verloren, begraven door de gemeente Leiden. Oh ja. Dat is gewoon dat je ook denkt,
Dat is ook zo verbonden aan de kunstenaren. Dat tragische einde, dat je je eentje in de graf gaat eindigen, dat niemand om je heen... Maar hij was ook niet te genieten, toch? Ja, hij was een nare vent. Ik heb hij had een paar alleen verhalen. Contact met zijn broer, volgens mij, of zo. Ja, zelfs die wou hem toen op een gegeven moment niet meer spreken, of... Echt waar, ja? Brieven schreef met zo'n... Ik weet het niet. Dat is volgens mij... Je moet mij ook niet... Volgens mij verwar je hem nu met Van Gogh. Oh. Van Gogh die had alleen inderdaad contact met zijn broer. Die schreef brieven. Oh. En Van Gogh die stierf. Die broer van hem stierf een paar maanden later. Dit knip ik eruit. Ja. En toen heeft die vrouw van Theo van Gogh... Die zat dus... Dat is een bizarre gedachte. Die zat dus thuis in Parijs. Want Theo was kunsthandelaar, de broer van Vincent. Ja. En die had, kon nooit de schilderijen van Vincent verkopen. Er wordt gezegd dat hij misschien 1 of 2 schilderijen heeft verkocht. Onduidelijk. Ja. Maar er is niet veel verkocht. Dus op een gegeven moment zit die thuis met alle de bloemen van Van Gogh. Die zit thuis met de nachtwacht. Ja. Die zit thuis met de aardappeleters. En, ja. En die had al die brieven. En pas toen zij die brieven ging lezen tussen Theo en Vincent... begreep ze de doeken wat meer. Mm. En daardoor heeft ze die brieven gepubliceerd. Er was al een soort hype die aan het opbouwen was in de media rond Van Gogh. Want hij maakte al wel een beetje naam vlak voor zijn dood. Oh, er is ook een brief te vinden... waarbij die woest is op Theo. Hmm. Wat een klootzak. Ja. Waarom schrijven ze dit over mij? Ze nemen in de maling. Dit is een kutactie. Waarom vind je mijn doek zo mooi? Het is geen mooi doek en dat weten ze. En toch doen ze het. Ja. En ik, ach, arme Theo of Vincent, je begrijpt het echt niet. Nee. Die vrouw heeft die brieven gepubliceerd. Mensen begrepen de context. En daarna werd het dus ook een grotere hit. En nou, die vrouw is razend rijk gestorven natuurlijk, hoef ik niet te zeggen. Als jij naar huis zit vol Van Goghjes. Ja, precies. En ik vond het zo leuk dat volgens mij 10 jaar geleden was er een vrouw ergens in Frankrijk... En die opa, die heeft dus, de overgrootopa, weet ik veel wat... Mm-hmm. Die heeft dus waarschijnlijk ooit een biertje of zo aan Vincent gegeven. En dan zei Vincent tegen hem, hier... Heb je een schilderij? Nee, je kreeg een stapel papiertjes. Het was zo'n aantekeningenboekje. Ja? Yeah. Ik heb niks anders. Ah, helemaal goed, ga maar. En die heeft het dus gevonden. En er wordt dus nu ingezien dat het 80 unieke werken zijn van Vincent. Ja, wauw. Die je gewoon in 1 keer op je zolderkamer vindt... in een verfrommeld doosje ergens van 100 jaar geleden. Ja. Dat je denkt, holy teringfuck, dat is gewoon 80 keer een ton, vriend. Dat is, ja. Dat is holy tyfus. Wat ook wel weer heel stom is eigenlijk. Dat het zo dus stel je voor dat jij, als jij doodgaat, dat ik dat dan kookboekje van jou heb. En als, dat je dan... Nou, trouwens, geef maar even. Dan kan ik dat voor de zekerheid eventjes meenemen. Nee, maar dat slaat natuurlijk eigenlijk ook nergens op. Natuurlijk zou dat het is heel gek dat ook zeker dat soort kunstenaars in die tijd gewoon... Ja, ja, maar dat is gewoon als de hype groot is en het werk is sporadisch of moeilijk te vinden of zeldzaam. Helemaal in het geval van Vincent, dan stijgt die waarde. Wat is belangrijker, de hype of de skill? Toch de hype. Ja, hè? Ja. Denk dat is heel lullig. Maar dat is net als met wat is belangrijker, de persoon of de kunstenaar. Wat? Nou, Michael Jackson. Ja. Mogen we zijn muziek nog luisteren? Ja. Ja? Zeker. Dus dan is de kunst belangrijker dan de kunstenaar? Oh, ja. 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 Oké, maar dat kun je ook zeggen met iets als Vincent. Want daar is het tegenovergestelde gebeurd. Pas toen die brieven naar buiten kwamen bij Vincent... Ja. En dat die juiste context werd verspreid... Toen werd pas duidelijk dat de persoon... Want als je gaat praten over Vincent van Gogh... ik denk de meeste mensen wereldwijd... niet alleen in Nederland. In Nederland zijn we natuurlijk Van Goghland. Yeah. De meeste mensen wereldwijd kennen Van Gogh heel goed... als zijnde degene die zijn oren afsneed. Yeah. En die zullen laten... Oh, hij heeft ook Starry Night gemaakt. Hij heeft ook die doekengame misschien wel... maar niet direct de link. Yeah. De kunstenaar Van Gogh is groter dan zijn werk. Ik denk ook het mooiste werk wat Michael Jackson heeft gemaakt... is hij zelf. Ja? Ik denk dat hij zijn eigen... Ik denk, ik ga vast wel ooit een keer een Billie Jean of een Bad meemaken of een Thriller. Weet je, dat gaat er wel komen. Maar we gaan nooit meer een Michael Jackson meemaken. Dat is niet? Nee. Ja, nee, niet zo, ja. Michael Jackson is per ongeluk zijn eigen grootste kunstwerk geworden. Ja, dat is waar. En dat is nooit de bedoeling geweest. Dat geldt ook voor Vincent, dat geldt ook voor Bowie, dat geldt ook voor Tarantino. Die mensen zijn hun eigen werk gaan overstijgen. En dat maakt het ook zo mooi, die films van Tarantino ook. Die hebben extra waarde omdat het godverdomme Quentin Tarantino is... die als gestoorde gek erachter gaat staan met die zweep zoals we hem kennen. Weet je, die ook als je hebt ook wel interviews gezien... dat je denkt, je bent echt gewoon helemaal je bent koekoek. Ja, echt koekoek. Ja. Ja. Ja, het is dat er nog geen schandalen van hem zijn opge... Nee, je zou het direct opgedoet. Geloven. Ja. Ja, ik weet niet. Ik vind het toch... Het is altijd moeilijk om ook per persoon dat te beoordelen. Maar ik wil altijd wel graag de kunst loszien van de persoon. Want dat is wel, nou ja, ja, ik weet niet. Ik vind, ja. Nou, ik vind het ook lastig. Ik zou het ook voor mezelf heel fijn vinden om beoordeeld te worden op mijn body of work van Banjo Movies bijvoorbeeld. Niet om mezelf in dit rijtje te zetten van Bowie, Tarantino. Ja, dat doe je dus nu wel. Ja, precies, Michael Jackson, godverdomme. Ik heb voor mezelf wel eens het idee dat ik bij mezelf denk, als ik kijk naar wat ik heb gedaan, had ik mijn bek maar eens gehouden.
Dat zo langzamerhand de persoon Bardo is bijna in evenwicht met de dingen die ik heb gedaan. Terwijl ik had liever gewild dat mensen gewoon naturel konden kijken, vanille, naar het werk wat ik heb gedaan. Mm-hmm. Je kunt zeggen, Bardo, ik vind je klootzak, Bardo, ik vind je lul. En niet dat je gaat kijken naar mij en denkt, oh, ik mag vind die Bardo een leuke jongen, dus zijn filmpjes vind ik ook leuk. Dat ik denk, nee, mag mij aardig vinden, maar vind mijn filmpjes dan gewoon kut. Zeg gewoon, ja, jij bent een aardige jongen, maar je filmpjes zijn kut. Maar waarom dan? Nou, omdat je filmpjes ook kut zijn, omdat je dan, je? Anders ga je altijd... Het is fijn als je dan iets objectiever kan kijken naar mijn werk, dan dat je laat beïnvloeden die de persoon die ik weer ben. Snap je? Ja. Ik bedoel dat dan... Ik heb liever dan dat mensen objectief aan mij kunnen vertellen van ja... Maar in jouw geval is het natuurlijk helemaal stom, want iedereen die bekend is geworden met content maken, is bekend omwille van zijn persoon. Nee. Nou ja, uiteindelijk hangt het wel nou, samen. Nee, echt nee. Ik vind het best tegenwicht. Een vogeljongen met de party bij de Battlebus. Dat is natuurlijk gewoon... Ja, true, maar dat is wel een banger van de klet. Ik zou zeggen, Mark A.G. Vrijles, Mert Abi. Ja? Hoe vaak zie je hem nou een interview doen? Mert zelf. Ja, dat is... Doe je het. Ja, oké. Okay. Kijk, maar dat ja, is Mert iemand... heeft daar natuurlijk wel heel erg veel moeite voor gedaan. Dat is net als met Messi, de voetballer. He, die zegt ook gewoon van, ik doe niet veel interviews, helemaal niet vaak in het Engels. Ronaldo ook niet trouwens. Maar echt een ontzettend zelfingenomen zak. Messi? Ja. Nou oké, okay, maar dan mag, dat mag, dat kan. Hij zegt gewoon aan het einde van de dag, als jij kritiek op me hebt, of er is iets of wat dan ook, je vindt me voetbal kom niet... Kom even heen in de wilde. Hij gaat het niet met je bespreken in een interview. Hij laat gewoon zijn voeten het werk doen. En dat is zijn kunstvorm in deze, dan voor de duidelijkheid als metafoor. Ja. En dat vind ik ook met Mert. Als je zijn video's kut vindt, hij gaat het niet bespreken in een interview. Hij laat zijn video's het werk doen. Ja. En ik ben dan vervolgens weer zo Pipo. Ik ga wel. Ik ga het wel bespreken. Terwijl je denkt, ja, ik zit dit ook te doen. Hè? Als ik heel eerlijk ben, ben jij meer kunstenaar dan dat je kunst maakt? En ja, dat is toch verschrikkelijk? Dan, wat is nou? Ik kan net zo goed een voetballer zijn die niet voetbalt. Ja, ja dat kan ik ook zo goed zijn. Dat is wel jouw ding. Ja, ik know. Dat vind ik tergend. Dat ik denk, ja. ik moet meer ja, dan kunsten. Had je meer shit moeten maken. Ja, zoals dit, wat we nu doen. Nou, dat ja, valt ik niet in de categorie, vind je? Vind je het gewoon pulp wat we nu aan het maken? Mag nee, ik eerlijk zeggen? Nee, geen pulp. Maar dit is, vind ik, een verlengstuk van wie jij bent. Mm-hmm. Dit is niet een op zichzelf staand kunstding. Nee, mee eens. Voor dus, dit is alle, dit is, ja... Nee, dat is 100%. En dat is ook mijn ergernis erbij. Ja. Dat ik denk bij mezelf, ja... Maar wat zou jij dan willen maken wat dan losstaat nou ja, van jezelf? Zou je een film willen maken? Ik heb ja, een film of een boek of een docu. In ieder geval het theater weer in. En die, het vaste maar ik bedoel, het filmidee wat je had. Welke van de 100? Ja, nou ja, die ik nog kan herinneren is van de... die vergelijkbaar was met dat al het internet weg... Oh ja, het internet, ja. Dat we dan alle parallellen gaan leggen... Ja. Dat, degene die de wereld redden op het einde de klootzakken zijn. Ja, precies. Maar daar speelde je zelf in. Ja, ja. Ik ben nu inmiddels de leeftijd dat ik de bad guy moet gaan spelen, jammer genoeg. Dat is een beetje treurig. Dat is voor de mensen die niet weten. Ik heb ooit een film geschreven. Een synopsis, een scenario. Ja, het hing aan de muur. Hè? Het hing aan de muur zelfs. Aan de muur waar? Ja, in de bungalow. Oh, daar. Ja, dat was later. Ik heb de eerste keer geschreven 2013-14, hè? Oh. Dat was toen misschien 14, ik zelfs, na Bardo's film gebeuren. Mm-hmm. Dat ze zeiden, Bardo, wat zou je doen als je een echte film mocht maken? Daar had ik gezegd, ik zou een film maken over dat internet verdwijnt. Nederland offline of wat dan ook. Yeah. En wat denk je dat er een half jaar later in de media staat? No. En zo Knol speelt de hoofdrol in de film offline. Oh, yeah. Dat was toen het ding dat ik dacht, ja, flikker op. Dus heb ik gewoon in het geheim altijd doorgeschreven eraan. Nu heb ik al een paar jaar niet meer eraan geschreven. Yeah. En het idee is gewoon, het internet verdwijnt. Kim Jong-un die gooit een bom hier op... het Westen, mm-hmm. zodat alle data verbroken wordt. We kunnen niet meer online zijn met z'n allen. En dat je dan gewoon alles wat op internet gebeurt, vertaalt naar een film. Dus vloggers gaan op het plein staan. Kom hedendaags. Mm-hmm. Ik was in de supermarkt, kijkt u mee? Met van die doeken, weet je wel, die oude Grieken. Shoplog. Ja, en dat iemand anders daarnaast... Nee, neemt u deze woorden ten gehoren? Een storytime over mijn vriend. Ja? En dat dan iemand anders erbij staat met het bewijs van 3 kokosnoten die zo'n beat doet. En dat dan iemand zo'n TikTok-dansje doet. Weet je wel, dat je denkt, ja, het slaat nergens op om duidelijk te maken hoe kut het is. Ja. Het lijkt me ook leuk om parallellen te maken. Dat de film begint met iedereen die volledig online is. Dat niemand meer kijkt, de bom gaat af. En dan vervolgens iedereen gewoon om zich heen bij een concert denkt, kut, wat moeten we doen? Mm-hmm. De dans opnieuw uitvinden. Yeah. En dat je dan tegen het einde van de film, wanneer het internet terugkomt, dat iedereen bij het concert zo... Piep, piep, oh! Terug, weet je, dat dan vervolgens de hoofdrolspelers het gevoel hebben van fuck yeah, we hebben de wereld gered. Yeah. Terwijl eigenlijk de hele wereld weer naar de kloot is. Dat yeah. Kim Jong-un de wereldredder was. Nou ja, dat was het idee ervan. Wat ik altijd zou willen doen.
Maar dat praat je dus wel dan daarmee met dat soort maatschappelijk kritische dingen, want daar is veel maatschappijkritiek in. Mm-hmm. Ja, maar ik denk wel dat jij altijd werk zal maken die gekoppeld is aan jezelf. Tuurlijk, maar het is verlengd. Dat is voor Tarantino, dat is voor Bowie, dat is voor Van Gogh. Daar is ook niks mis mee, maar dan zeg maar, waarom wil je dan graag iets anders zijn? Nou ja, omdat... Waarom wil je dan die independent film guy... waarom wil je dan Veras worden, kijk, zeg maar? Omdat we net zeiden, ik ben een voetballer die niet voetbalt. Dat voelt gewoon kut. Dat voelt gewoon een beetje... Ja, nu. Dat voelt heel... Maar ben je nog een voetballer? Dat is ook de vraag. Ik zit nu inderdaad in die periode te zeggen, ben ik nog een voetballer of ga ik ermee kappen? Welke kant ga ik in godsnaam op? Waar wil ik eindigen? Waar wil ik heen? En dat is een struggle. Dat ga ik niet over liegen. Dat is het onderzoek wat ik doe. Ja. En dat neemt niet weg dat ik het jammer vind dat het grootste werk wat ik nu heb gedaan de laatste paar jaren ben ik zelf. Ja, mooi. Ja, dat is ook weer heel mooi. Dat is heel menselijk. Dat is voor heel veel mensen die zeggen, oh ja, ik wil ook aan mezelf werken. Het is heel goed gegaan. Het is heel fijn gegaan. Maar ik denk ook, ja, het is ook leuk als je iets hebt om voor te showen. Dat je dan thuis kan komen en kan zeggen, jongens, kijk, dit is het nieuwe filmpje, dit is de docu, dit is de theaterprogramma wat ik heb. Of ja, weet ik niet. Waarbij je in ieder geval next level shit kan laten zien aan mensen. In plaats van de hele tijd maar weer, hoi iedereen op Twitch, ben ik weer, ik ben weer live. Weet je wel, hey, dit is ja, maar een, dat komt dit ook is een dansende voor... kat, kijk mee. Kijk hoe grappig, haha. Lololol, nee, maar dat is ook heel jouw behoefte om maar te laten zien aan de wereld van, hey, ik kijk mij. Ja, maar dat is ook vanuit mijzelf dat ik dan heel graag mijn ei kwijt zou willen kunnen. En dat is nu niet het geval. Creatieve ei. Het punt is meer, kijk, dit scherm, de Mexicaanse katje, is een icoon geworden. Ben ik trots op, oprecht. Mm-hmm. Dit kan ik laten zien, heeft zoveel context nodig, lastig. Catch a gala, heel veel context nodig, lastig om uit te leggen. Alleen vervolgens, als ik dan op mijn luie reet ga zitten, ik heb de hele stream gehad, ik ben overal klaar mee. Mm-hmm. Ik heb niet iets tastbaars waarvan ik kan zeggen, dit heb ik gemaakt. Zelfs met jou en Stef nog altijd in het parkje, dat we altijd die kutvideo's maakten, die soms nergens over gingen, soms heel goed waren. Het was tastbaar. Zelfs als het kut was, was het tastbaar. Alleen zoals de stream die ik vanmiddag deed, die gaat nooit het daglicht zien. Dat zal nooit tastbaar worden. Mensen zullen nooit zien wat daar is gebeurd, of hoe dat online is gekomen, of wat er gaande is. Yeah. Mensen zullen weten dat ik heb gestreamd, maar je zal het nooit online terug gaan zien. Nee. En dat is het meer, het tastbare toewerken. Maar waarom moet het tastbaar zijn dan? Omdat je dan iets, ja, I don't know, ik fucking love it. Je naslagwerk hebt. Ja, dat hoeft niet per se trouwens ook niet creatief te zijn. Hè? Nee, ik heb ook belasting, love it. Als ik belasting heb gedaan, dan heb ik die dikke map, dan heb ik al die bonnetjes, even dan één keer zo'n rateltje er doorheen. En dan zie je zo dat Exceltje ervoor, denk je weer zelf, fuck this shit, ik heb het gedaan. Amare hier. Ja, ik ga er nooit meer naar omkijken. Ja. Krijg de tering, koken, hetzelfde, dan heb je al tastbaars. Ik vind het gewoon dan zo stom, met 3-4 lullen voor de kamer. Het is ook zo, de zelfontwikkeling. Ik weet van mezelf wat ik kan. En ik weet dat ik nog steeds wel kan groeien in Twitch. Ik weet dat hier rek in zit. Ik weet wat we nu doen is een leuke uitdaging bijvoorbeeld op Twitch. Ja. Maar ik weet ook van mezelf dat grofweg heel veel van de dingen doe die ik op Twitch doe, dat ik die al lang in de pocket heb. Dat ik daar niet over na hoef te denken. Dat het niet een spannende rit is om te zeggen van nou. Dat ik gewoon zit, ik zoet hem aan en ik ga naar huis. En je, nou, die letterlijk naar huis, ik ben al thuis. Maar ja snap je, de uitdaging, de nou ja. De nieuwigheid is er vanaf. Ja, ook enigszins. Ja, dus je hebt ook mensen die zeg maar helemaal zich vastbijten in iets en zeggen, ik word hier de absolute meester in. Ja, dat is, nee, ik wil niet zeggen dat is ook gelukt. Niet iets maar... Nee, nou ja. In het slappe gelul om uren vol te lullen. Overal maar dat kon je al lang. Dan hoefde je niet voor op Twitch te zitten. Ja, maar ik heb nu wel de gezonde balans, denk ik, meer erin gevonden tussen serieus gesprek en een grapje tussendoor. Want nu, voorheen waren het heel veel... Dat was die grap aan het begin. Oh ja, natuurlijk ook Slipknot. You motherfucker. You fucker. Nee, maar dat is voor mezelf meer de kritiek. Dat ik zou heel graag eens toe willen werken. Maar ik zit nu ook net in de fase dat ik weet, binnen een half jaar gaan we daar komen. Mm-hmm. Moet ik daar komen ook. Om gewoon weer buiten Twitch te opereren. Ja. Ik heb nu genoeg ontwikkeling op persoonlijk gebied. We zien dit decor wat hier staat. Ik weet voor mezelf, ik ben bezig met natuurlijk schrijf voor een boek ondertussen om te kijken wat dat gaat worden. Mm-hmm. Ik ben achter de schermen nog bezig met die presentatieklusjes voor Comic-Con en zo. Dus er zit genoeg ontwikkeling en rek in. Alleen ik zou heel graag toe willen werken naar die docu. Hè, of dat boek dat klaar is. Of dan misschien toch een theaterprogramma. Mezelf verder bij de ballen grijpen, de coyones. Wat is de droom? De droom? Nou ja, dat je in ieder geval de creatieve ei altijd kwijt kan. En ik weet niet of dat humor gaat zijn. Jawel. Wat is het ultiem haalbare? Ultiem haalbare? Nou, dat zou je concreet. Maak het smart. Het ultieme haalbare, als je zegt Bardo, dat is echt bijna zo goed als onmogelijk gevoelsmatig. Dat zou je, dan gaan we heel hard zeggen, een Oscar.
En dat is zo goed als onmogelijk. Maar wat ben je nu aan het doen om een Oscar te halen? Wil je echt een featured film maken die een Oscar wint? Ik zou dat fucking dope vinden. Ik zou niet kunnen... Wil je een featured film maken of wil je een Oscar winnen? Dan zou ik toch voor die Oscar gaan. Als je mij zegt, Bart, wat heb je liever? Producer best picture pakken of als schrijver best screenplay? Want ik zou niet voor acteur kunnen gaan, dat weet ik zelf ook wel. Ja. Zou ik toch waarschijnlijk voor producer kiezen. Dat je aanstuurt, dat je een creatief project op de deur krijgt, dat je daar gewoon je invloed en je plasje over kan doen. Maar producer of director? Want producer is niet zo van hier heb je een zak geld en maak het maar. Nou, producer is ook wel echt betrokken bij het eindproduct. Hè? Ja, maar als je dan producer hebt. Ja, dan heb ik liever natuurlijk director in die zin. Maar dan even water bij, anders wordt het wel echt een heel erg... Nee, ja, ultiem haalbare, zeg ik toch? Ja, maar als director, dan heb ik alsnog mijn eigen future film. Ja. Ja, dan zit ik er zelf in. Als je een future film hebt geproduced die een Oscar wint, vind ik, dat is makkelijk. Ja, dat is het ook, maar dat is... Dat is niet jouw droom. Nee, 100% niet. Maar als ik zou erover tekenen, hoor, dat ik zeg, boah, zou ik heerlijk vinden. Dus betrokken zijn bij het gaat dus om de prijs. Nou ja, het is wel. Ik vind het heel leuk op een groot podium erkenning te krijgen, het grootst mogelijk haalbare daarvoor te gaan. Ik ben niet iemand die zou gaan zeggen van, nou, ik zou toch wel de lokale bioscoop. Nee, fuck dat. Nee, maar ja, je kan ook zeggen, als jij een indie film maakt waar jij oprecht trots op kan zijn voor jezelf, is dat dan genoeg? Dat mag ook. Nee, voor mij niet. Nee. Ik verklaar Bo Burnham nog altijd voor gek in die zin dat hij met die 8th grade heeft gedaan. Ik bedoel, het is een prachtige film, het is een leuke film. Ja. Maar ik denk dat Bo Burnham veel groter en veel beter had gekund. En vlak daarna kwam hij heeft het wel gedaan. I know. En dat is zijn goed recht. Ik bedoel... Ja, nee, ik heb je dat wel eens vaak gezegd. Ook er zijn meerdere mensen die dat... Ik denk wel dat de eerste stap is. Nou, kijk, ik heb voor gek... Er is geen enkele director die zijn eerste film een Oscar wint. Demi Chazelle bijna. nee. Ja, maar die heeft daarvoor ook wel kutprojecten gedaan. Je moet inderdaad kleiner beginnen. I get it. I really do. Yeah. Het is alleen zo dat, zoals Bo Burnham het heeft gedaan, met dat soort stijlfilms, die echt kleine indie films, zo zou ik het niet aanpakken. Ik zou eerder beginnen met de New Kids, weet je wel. En een beetje humor. Meteen je glazen ingooien. Ja, nou, een beetje gewoon kijken hoe ver kun je de rekken eruit halen. Ik weet nog wel, het voorbeeld dat ik had was die film, weet je dan over Bardolph? We hadden ooit een idee verzonnen over Bardolph. Dat die zijn eigen themafilm zou krijgen. Yeah. De laatste dat was heel meta. Wel viel mee op zich. Ja, het was de laatste. Was dat nog in jouw pistoolperiode? Oh, hoe lossen we deze scène op? Een pistool. Ja, iedereen dood. Einde verhaal. Doei. Oh, ik weet dat af en toe mensen langsliepen. Dat ze mij als met een snoertje in de bosjes zaten liggen. En zeggen, wat is die aan het doen? Maar het punt is, daarvoor was dan een idee... Kijk, zoiets zou ik dan maken. Iets wat wel dom, slapstick, lomp is. Misschien een ander voorbeeld is bijvoorbeeld religieuze hooligans. Ik weet niet of die nog kent. Ja, god, dat is een van mijn favoriete scape. En je baal zo van dat we die nooit hebben gemaakt. Met Arie Komen zou ik heel graag... Godverdomme. Voor de mensen die het niet kennen, ja, niemand kent het. Omdat dit is het beste idee die we ooit hebben gehad, vind ik. Ja, echt waar? Ja, dat vind ik echt nog steeds. Ik kan nog steeds heel hard lachen om dat idee. Dat is gewoon een goede shortfilm van 30 minuten. Het is zeg maar zo... Het is niet eens een shortfilm. Het kan een clipje van een paar seconden zijn. Ik denk dat ik dan wel... Kijk, je hebt twee Jehovah-getuigers. Die Jehovah-getuigers zijn grote kneuzen. Mm-hmm. Die hebben nog nooit iemand overtuigd om in God te gaan geloven. Niemand wil ze geloven als ze langslopen. En vervolgens in de gevangenis komt de pastoor daar binnen. En die ziet daar een hele grote hooligan zitten. Van Feyenoord, Ajax, wat dan ook, boeit me niet. Of dat is het Hells Angel, mag ook. En die zegt tegen hem, u kunt uw leven zonder hem verbeteren. Rot op. Als jij in God gaat geloven, dan mag je naar buiten. Wat? Dan kun je naar buiten. Wat? En dat is een soort goedmaker. Gaat hij dan een jaar lang mee? Religieuze hooligan. Gaat hij een jaar lang mee met die twee Jehovah-getuigers? En dan gaat hij die Jehovah-getuigers zeg maar agressie leren. Van dat ze voor de deuren staan van daar moet de Bijbel in. Maar ik bedoelde eigenlijk supermarkthooligans. Oh, dat is een andere. Ja, dat is een korte sketch. Nee. Sorry. Ja, nee. Die... Oh, nee. De supermarkthooligans is niet zo origineel. Die is al heel vaak gedaan. Ja? Ja. Oh. Fabian de Franciscus stuurde mij een linkje ooit toe van dat hij dat deed. Ik dacht, kut. Oh. Maar ja, dit is de religieuze hooligans. Dat ging meer over Inderdaad. Religie en geweld. Vond ik een hele grappige combo. Is ook heel grappig. Maar ja, jammer dat dan niet in de hoog aangeschreven stond. Jammer. Godverdomme luisteren. Nee. Sorry. Religieuze hooligans dus. Dat is het concept. Ja, sorry. Ik luisterde gewoon niet. Ik dacht gewoon...
Maar ik zou dat soort dingen dan heel leuk vinden om te doen. Dat ik zeg, gewoon lompe kleine dingen mee beginnen. Mm-hmm. Ik zou niet een klein integer portret maken zoals Bodus doet met 8th grade. Dat is alles wat ik probeer te zeggen erbij. Nee, dat klopt. En nogmaals, ik verklaar voor gek omdat het niet mijn keuze zou zijn. Ik zou dan nog veel meer bijvoorbeeld ook iemand die op YouTube begon, heel vers gekomen en eigen dingen maakt. Donald Glover, Childish Gambino. Ja. Dat zou ik veel cooler vinden nog om te bewandelen. Niet dat ik dat in me heb. Ik denk dat jij meer voor een animatie weggelegd bent. Voor animatie in de wieg ben gelegd? Ja. Ja, dat ik hem moet gaan animeren? Nee, absoluut wat? Niet. Nee, dat jij een scenario moet schrijven voor een animatiefilm. Mm. Cloudy with a Chance of Meatballs, wat die laatste Family Familie... Ja, jij vindt bij een slapstick meer erin. Een beetje... Nee, geen slapstick. Nou, het is wel, animatie is wel meer slapstick. Nee, ik weet niet wat jij dan bedoelt met slapstick, maar... Nou, ik weet het niet. Slapstick klinkt heel denigrerend, ja. Maar... Als je praat over Cloud of Chats of Beachballs, Lego the Movie, zelfde makers natuurlijk. Hè? Ja, hoe heette die film ook? De familie, de... Mitchell's versus the Machine. Ook van dezelfde makers. Ja, nee, maar ik bedoel, dat zie ik jou schrijven. Ja. En ook maken, alleen niet zelf. Nee. Maar dat hoeft ook niet. Nee, je bedoelt zelf het animeren of zelf het regisseren? Nee, zelf regisseren. Ja, nee, ik denk dat ik daarvoor inderdaad te veel stijlkeuzes niet zou kennen in de animatiewereld. Dat is... Dat maakt niet uit. Wow, maar je hebt daar wel de creatieve vrijheid en de... Kijk, je bent heel beweegvrij in die wereld. Ik denk namelijk dat als jij een film zou maken met de ideeën die jij hebt, dat het dan heel moeilijk haalbaar is om het geloofwaardig over te brengen wat je wil. Ja, ik zie Pinky in de chat ook zeggen van, ja, het is de meest extreme variant van Show Don't Tell. Hij is er nu mee bezig, het is heel pittig. En dat kan, ja, ik kan direct, ik geloof je direct, ik wil... Ook wel direct bij Abe. Dat is inderdaad daar. Ik vind het ook heel erg leuk. Want je bent veel vrijer. Je kan veel meer, ja, precies, out the box. En ik vind eerder het slapstick in deze een compliment. Hè? Want ook New Kids wat ik aanhaalde is ook slapstick. Ook dat idee wat ik vertelde over Hooligans is ook wel een beetje slapstick. Het is wel gebonden aan het scenario. Het is niet Family Guy. Van de... En toen moest ik in één keer denken aan de cactus die langs liep. Dat doet me inderdaad die keer dat ik met een oud vrouwtje in de supermarkt was. Ja, precies. En dan, oh, kom, laten we nog een keer vechten met de kip. Dankjewel, Peter Griffin. Godverdomme zeg. Ja, dat was wel grappig. Ja, vond je dat grappig? Nee, dat was één keer grappig. Jij bent zeker nog in de... Dat was de Kool-Aid Man. Ja? Oh, yeah. Oh, yeah. Jij bent nog zeker van het grapje van mami. Ja, mami. Oh, daar had ik toen ook een keer een stagiair die zei ook van... Oh ja, Family Guy vind ik zo grappig. En toen zei ik, nou, sorry, maar dat vind ik echt verschrikkelijk. Is het ook. En toen heeft hij... Verschrikkelijk, voor de duidelijkheid. Ja, dus, nee, het is echt verschrikkelijk. En toen daarna heeft hij het ook een beetje afgezworen. Ja, heb je er wel afgemeld? Ja, ik keek veel te veel naar mij op, dus dat was een beetje het probleem. Maar ik heb zijn ziel vertrapt, heb ik het gevoel. Het is... Zo van, oh ja, ik vind Family Guy echt heel erg leuk. Oh, het is echt een kutserie. Maar is het ook? Ja, het is ook kut. Het is mensonterend, walgelijk slecht. Het is echt dat het nooit... Ja. Kijk door wie het geschreven is. Nah. Het lijkt een beetje aan het... weet je wat het is? Simpsons kan ik respecteren, omdat het gewoon... Het is zo stapel voor... Ja. Weet je wel? Maar Family Guy heeft hetzelfde als met SpongeBob. Dat waren de eerste 3, 4, 5 seizoenen heel leuk. Daarna gingen de makers weg, veranderde het team, werkt het gewoon niet meer. Nee. En dan zijn ze meer op het IP gaan drijven. Het idee dat SpongeBob een ding is, of het idee dat Family Guy een ding is. Terwijl de kwaliteit is al lang niet meer te vinden. Nee. Er is ook geen humor, er is weinig zelfspot, er is weinig... I don't know. Ja, soms, hè, op een basis van een seizoen van 20 afleveringen... Mm-hmm. Met iets van elke aflevering wat er 10 grappen, 200 grappen... zijn 5 grappen leuk van, dat geef ik eerlijk toe. Ja, tuurlijk. Er zijn fucking leuke veel grappen... vind ik nog steeds grappig van Family Guy. Tuurlijk. Ik vind het stukje van dat Stewie in een of andere kast valt... met allemaal glas in zijn kop. Ja, maar dat is de eerste 5 seizoenen. Die moet je niet meerekenen. Maar dat vind ik nog steeds heel erg grappig. Ja, of de hele kotscène die ook zo bekend is. Oh, ja. Ja, maar dat is dan weer heel erg slecht. Maar een van de nieuwere dingen bijvoorbeeld, waar ik zeg, oké, dat is wel sterk en nog wel grappig, is dat Peter Griffin in een hoedje of in een auto zit met zijn hoedje op. En als ze die huidskleuren naar zijn gezicht houden. Die zegt, ja, in één frame is dat best wel heel sterk en heel erg bekend geworden. Dat is, soms hebben ze gewoon een goede grap ertussen. Ja, tuurlijk. Zie je ook wel op TikTok en Insta Reels voorbij komen, denk ik, af en toe, of niet? Family Guy content? Ja? Nee. Wordt jou dat bespaard? Ja. Nee, joh. Ben ik blij mee, joh. Fuck me. Het geeft me je algoritme. Ik, Oh, ik weet niet, af en toe de algoritmes vind ik al lastig, hoor. Ja? Ja, het is wel echt, TikTok is altijd wel zo van, oh, je hebt dit filmpje geliked? Hier heb je de komende week alleen maar dit soort shit.
Je hebt één keer gekeken naar meiden in de bikini? Die heb je nee, voor de rest van je leven. Dat heb ik niet gedaan. Dat we nooit van mijn leven nee, dat ik dat zou doen. Dat is wel trouwens hoor. Je hoeft ook maar één keer op borsten te klikken en het is gewoon. Volgens mij hebben we het hier al 2 of 3 keer over gehad. Ja? Ja. Ik moest zeg maar voor de aflevering die ik op Spotify ging zetten op YouTube. Kijk even er doorheen klikken. Ja. En ik heb 2 keer sowieso gespot dat we het erover hadden. En, over borsten op TikTok. Ja, ja. Het gaat ook heel gauw over borsten op TikTok. Ja, daarom. En nu hoort mijn telefoon dat borsten op TikTok. Ja, ja, ja. Het is gewoon heel snel borsten. Dan gaat hij zeggen, oh, jij wil borsten zien? Ja, hier heb je borsten. Ja, lekker man. Dus daar gaat mijn hele algoritme weer. Jusk met de geil. Oh, ja, dat is godverdomme, man. Die TikTok-video's met gameplay eronder, dat vind ik ook bagger. Ja, dat vind ik wel grappig, dat iedereen daar zo. Ik zag laatst een hele grappige TikTok. Ja, oh, dit, nu gaan we van een guy die dan een verhaal en het wel zei zo. Oh, je luistert niet. Toen pakte hij zijn telefoon bij met zo'n jungle run. En dan begon hij weer verder te praten. Oh, dat is heel goed. Dus iedereen meme nu maximaal op die zin. Maar ik snap dat. Ja, ik vind het irritantste is dat zeg maar. Ik kijk bijvoorbeeld heel veel fragmentjes van een podcast van 2 guys. Geen idee wie ze zijn. Ben ook niet geabonneerd op een ding, maar ik krijg heel veel van hun fragmentjes. Mm-hmm. Ik kreeg laatst een fragmentje Andrew van Tate? Hun. Nee, gadverdamme. Ik kreeg laatst een fragmentje van hun met een Rocket League ding ernaast. Split screen. Oh. Ik dacht, leuk TikTok. Jij denkt, Dennis vindt Rocket League leuk. Dennis vindt deze 2 jongens leuk. Oh, dat klonk heel rijk. Ja, laten we ze bij elkaar pompen. Kijk, heel gek. Oh, wat goed. Ja, ik vond het echt heel, heel nou, ik moet dus meer op TikTok weer gaan zitten. Ik heb er geen zin in. Hoezo moet je dat? Dus moet je toch gewoon doen omdat je dat leuk vindt? Ja, wat maar, doe jij tijdens het poepen? Zit ik gewoon lekker een beetje scrollen op Insta. Ik heb een paar Insta, bladen daar liggen. Oh. Ja, maar jij zit volgens mij veel meer op je telefoon ook dan ik nog, toch? Nee, joh. Tenminste, weet ik niet. Nee, niet? Ik zit echt weinig op mijn telefoon, hoor. For real? Oh, ik had het gevoel bij jou juist dat jij nog wel een groot gebruiker was. Zal ik het er even bij halen dan? Ik heb volgens mij meestal 2 uur per dag. Nou, dan ga ik ook de mijne erbij pakken. Ja, even onze dingen op tafel leggen. Waar de fuck is dat ook alweer? Welzijn, digitaal welzijn. Nou, vandaag heb ik 2 uur en 2 minuten op dingen. En even kijken voor TikTok. Ik heb vandaag 32 minuten op TikTok gezeten. 2 uur 32? Je hebt 32 minuten op TikTok gezeten? Ja. 32 minuten. Ik denk dat ik wel ga concurreren met mijn gram. Met je gram. Instagram heb ik. Welke, 6 minuten opgezeten. Welke klikt hij aan? Om, ja, ik weet niet waar jij dat hebt. Je hebt ook Android, toch? Digitaal wellbeing. Eens even kijken. Dit ziet er positief uit. Oh, ja? Ik heb, ja. We zijn positief geëindigd. Het ziet er wel. Kan ik even alles gewoon voor vandaag zien? Oh, vandaag was ook een uitzondering, zie ik. Met zo weinig of zoveel? Zoveel. Hier, 1 uur en 26 minuten, 1 uur en 16 minuten, 1 uur en 47 minuten, 1 uur en 19 minuten. Kijk, het lullige voor mij is voor vandaag, ik kan je direct zeggen, wat ik hier zie staan, 2 uur Twitch. Ja. Yeah. Maar ja, dat telt niet. Nee, exact. Die heb ik erbij. Ik heb hier ook eentje met 3 uur en 50 minuten Google Maps. Jezus. Ja. Zit je gewoon thuis ja, op Google? Ja, en kijken zo hoe dat er allemaal uitziet. Ja, heerlijk. Telt gewoon mee. Ja, ik heb dat als ondersteuning bij de chat en zo. Ik heb ook uren en 10 minuten WhatsApp. Uur en 10 minuten op WhatsApp? Ja, maar dat heb ik ook als ondersteuning. Ik flikker mijn links van mij, zeg maar, neer. Zodat ik die meldingen zo niet krijg, ook als ik live ben. Ja, oké. Okay. Dus dat is het ding. En hier wordt het dan wel. Hier gaan we er wel in. 41 minuten op Chrome. Wat heb jij daar gedaan? Ja, nee. Ja, ja, ja. Ik ben echt heel erg op de Chrome. Ik heb mijn vaste routine. NOS.nl, ik heb FCUpdate.nl, ik heb Filmtotaal.nl. Heb je een website? Jazeker, die is echt nieuws begonnen. Dus wat dat betreft, alles zo heb ik een eigen cirkeltje waar ik alleen maar doorheen ga. Ja. Instagram, 35 minuten. Spotify, 35 minuten. Ik weet niet wat dat doet. YouTube, maar 20. Oh, ik had YouTube hoger geschat. Twitter, 10 minuten. Dus ja, zo een beetje voor vandaag. Valt wel mee. Maar totaal? Wat was het totaal ongeveer? Totaal? Sta ik hier op 5 uur en dan moeten we dan 3 uur van aftrekken, heb je 2 uur. 2 uur per dag? 2 uur ongeveer. Totaal. En als ik hier maar je kijkt naar meerdere dagen of niet? Nee, ik zit hier gewoon per dag te kijken nu. Ja, oké. Okay. Dus je zit ook ongeveer rond de 2 uur. Ja. En als ik dan kijk bijvoorbeeld van gisteren, 56 minuten op de ING-bank. Ik weet niet wat ik... Zo, wat was je even... 50 minuten op de gram, 20 minuten op Twitter,
Hebben we nog mensen van de chat die dingetjes pompen? Ik ben wel benieuwd wat ongeveer de gemiddelde is. Ik zie, op maandag heb ik echt maar 2 uur in totaal gezeten. Maar je moet nagaan dat er gewoon zat mensen zijn die minimaal 6 uur per dag op hun telefoon zitten. Dat is bizar, hè? Ja, nou ja, ik vind dat ook bizar. Maar... Kijk, ik heb het er eerder ook over gehad. Ze gaan het niet meer helemaal doen. Maar je schiet er zo weinig mee op. Je zit gewoon alleen maar... Je zit gewoon te kutten. Je zit alleen maar dezelfde content waar te nemen. Ja, maar ik vind het niet eens... bijvoorbeeld, ik had laatst... sprak ik een docent, zeg maar. En die had het ook over TikTok. En hij zei... Oh nee, dat TikTok, daar ga ik niet aan beginnen. Met die dansjes en zo. Toen zei ik al van... Ach, stel je niet aan. Wat een onzin. Ja, want dat vind ik dus echt heel stom. Mm. Dat is meteen al een vooroordeel van dat TikTok dan stom is. Denk, nee, TikTok is ook best leuk. Het kan ook best wel... Advocaat van de duivel, jij was het ook heel lang met TikTok. Zeker, zeker. Terwijl ik nog natuurlijk net nieuw was, heb ik echt 500 keer in je lurven moeten trekken. Maar dat was ook omdat ik mijn algoritme niet werkende kreeg. Elke keer als ik weer ging kijken en dan dacht ik, ja, dit is allemaal kut. En blablabla. Pas nadat ik meerdere TikTok-filmpjes van andere mensen binnenkreeg en die elke keer keek, mm-hmm. toen snapte mijn algoritme ongeveer wat ik wou. En daarna dat ik er opeens op zat en dacht van, oh, dit, nu zie ik allemaal best wel leuke filmpjes. Ja, want nu is dat meer TikTok dan Insta voor jou dus. Ja, ja, maar ja? Ik ben heel gauw uitgekeken op Insta. Insta uitgekeken? Ja, heel snel. Ja, Sowieso is alles natuurlijk veel later. Maar... Ik kijk dus nooit naar de dingen van die andere mensen posten. Die kunnen tyfus genieten. Ik vind het gewoon veel leuker om gewoon die reels erbij te pakken. Uiteindelijk doe ik ook TikTok, ja. Oh, wauw. Ik zit gewoon op Insta ook die reels te doen. Omdat ik weet, het punt is, TikTok is een clusterfuck van allemaal content. En ik vind het leuk om te kijken wat mijn collega-creators maken. Mm-hmm. En die posten het beste wat goed scoort op TikTok naar hun Insta toe. Ja, klopt. En dan kan ik dat zo bekijken. Dus ik vind meer, hun doen een kwaliteitsfilter op TikTok. En dan zetten ze daarna door. Ja, maar tegelijkertijd ook de meest mainstream baggerbende komt allemaal op Instagram terecht. True. Zoals ik. Dat ik op de wc zit. Oh ja, leuk. Ja. Ik heb heel vaak dat mensen mij dan Instagrams doorsturen. En dan denk ik, dan ken ik dat al. Ja, dat ook met al die kutfilmpjes die ik binnenkrijg. Dat is echt, Bordo, ik moet denken aan jou bij dit filmpje. Denk, ja, dit is... Rot op. Ja, denk je dat ik hier niet van leef zo, weet je wel? Dit is godverdomme. Wat vind je eigenlijk van algemeen filmpjes doorsturen naar mensen? Wel leuk. Ik vind met name als ik iets zie waarvan ik denk, hé, dit doet mij jou denken of wat dan ook. Precies. Dat vind ik leuk. Ja. Maar als jij zegt, ik vind dit grappig, moet je dit kijken? Nee, doe het alsjeblieft niet. Of je zegt, wow, dit is een lifestyle ding. Als je iets doorstuurt naar mij en je zegt, dit vertelt iets over mij en ik heb daadwerkelijk persoonsinteresse in je. Ja. En geloof me, niemand moet dat doen van jullie bijna. Want we praten hier echt over 5 tot 10 mensen max die dat mogen doen. Ja. Weet je wel, als jij bijvoorbeeld een video door zou sturen van 10 everyday struggles you don't associate with in a wheelchair. Ja, oké, okay, cool. Weet je, of dat je voor mij zegt 10 easy things to very taste of food. Weet je wel, oké, okay, cool. Dat snap ik. Dan denk je aan mij of je denkt aan jezelf. Of, ja. Cool. Maar als vervolgens nou, noem eens even iemand op waarvan je denkt, ja, wat is dit nou? Iemand die ik graag zie, die ik een hele lieve jongen vind. Maar als Vincent Davinkstel mij een video toestuurt van... 5 dingen in de Efteling. Ja, precies. 5 dingen die je echt moet zien in de Efteling. Ik zeg, ja, ik vind je heel lief, Tim Vincent. Maar dit is... Ja, nee, dit is niet voor mij weggelegd. Echt ben ik ook weer gecharmeerd. Ik dacht, ach, dat is Vincent ook. Ja. Dat is Vincent. Ik doe wel dubbel tik. Dat is dus ook heel gek. Want ik heb bijvoorbeeld... Er zijn een soort etiketten is daarvoor. Zeg maar, wat stuur je wel door naar bepaalde mensen en wat voor een soort video stuur je? Als ik bijvoorbeeld kijk, ik heb een vriendengroep van mijn studie, dat zijn 4 jongens. Mm. Daarin worden hele andere TikTok-video's gedeeld dan wat ik zelf ook grappig. Maar in hun context vind ik het dan wel grappig. Heb je eens gekeken op de telefoon van jouw vader, wat voor filmpjes hij binnenkrijgt via WhatsApp? Gadverdamme, nee, dat wil ik helemaal. Nee, mijn vader krijgt niks binnen. Denk je dat of weet je dat? Dat durf ik met enige zekerheid te zeggen. Ja? Ik weet wel dat hij met zijn collega's wel een beetje van die platte humor heeft. Ja. En wel de klassieketjes, typetjes. Mijn vader heeft het ook wel. Die, van die filmpjes waarbij dan zo'n man daar zit met een biertje op het terras. En dan zo'n vrouw die 2 tieten in zijn nek. Oh nee, dat is mijn moeder. Dat is jouw moeder? Ja, dat is mijn moeder die dat soort shit... Kijk, het is natuurlijk wel mannenhumor vaak, dus mijn moeder krijgt niet die film. Maar mijn moeder is meer in die cultuur. Mijn vader is meer van de... Mijn vader kwam laatst ook weer met Ronald Goedemond een stukje over dat hij Robert van dingen van Heel Holland Bak nadeed. Nou, daar praat hij nu al een paar weken over. Echt waar? Is dat zo prachtig voor hem? Ja, vindt hij leuk. Dus dat vind ik ook heel grappig. Maar mijn vader is ook niet zo heel erg actief op zijn telefoon qua...
dat soort dingen. Ja, hij is niet telefonisch actief. Nee, hij is nog niet telefonisch. Op zijn leeftijd. Ja, goed, dat is, toch... Dat komt later nog een keer. Dat komt wel goed. Ja, die moet hij toch ontdekken. Hij moet zich een beetje ontplooien. Ja, en dan wordt hij lekker telefonisch actief. Ja, lekker. Smikkelen, jongen. Oei, oei, oei. Wel veilig doen, hè. Want ik heb echt het gevoel dat alle vaders en zo, die hebben echt... Echt gewoon weirde fucking shit op hun telefoon, heb ik dan het idee. Dat je denkt... Ja, heeft jouw vader gare shit? Geen commentaar. Shit, oh, okay. Voordat hij boos wordt, dat ik zeg... Bardo, wat heb je nou weer gezegd? Sorry pap, ik bedoel het niet zo. Dan gaat mijn erfenis kut. Nee. Ik ga dit wel eventjes checken. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben wel... Ik ga gewoon eens... Dan zeg ik, pap, laat me nou eens even zien... Ja. Wat van domme, achterlijke video's jij op je... Nee. Oh. Dan gaat die domme... Wat is de beste video die je op je telefoon hebt staan? Wat zijn de grappigste video's die je voor WhatsApp hebt eigenlijk? Ja. Gewoon, maar ik weet niet. Grap, ik wil dat zijn maatstaaf. Weet je wel? Dat ik ben wel benieuwd. Wat is, maar ik weet niet of hij in groepsapps en zo zit. Ja, ik denk dat hij dat heel weinig... Hij zou toch wel een Gerrit Jan hebben of een Mohammed of een wat dan ook. Die zegt, hey, moet je kijken wat voor filmpje ik nou weer heb. Moet je kijken. Ja, nee, ik weet dat hij heeft één collega waar hij heel hard mee kan lachen. Ja. Waar die dezelfde humor heeft. Maar ik weet niet. Ik weet eigenlijk niet. Heb je dan het gevoel dat hij alleen maar van die... oude mannenpraat heeft van twee van die Monty Python dingen van de jaren 70. Ja, zeker. Ja, ja, natuurlijk wel één of twee, maar toch niet alleen dat. Ja, mijn vader is helemaal niet sociaal, zo'n sociaal dier, hoor. Die is best wel een eindselkant. Wat even, jongens, mensen in de chat. Voor de mensen die het weten, hè, dus jouw vader, heeft hij fucked up video's, rare video's, blote video's via WhatsApp ontvangen? Dus 1 voor ja, 2 voor nee, 3 voor ik heb geen idee. Ben ik wel benieuwd. 1 voor ja, 2 voor nee, 3 voor ik heb geen idee. Heel veel eentjes. Ja, ik zie er inderdaad. Van de makreel. Die drukt ze 1 uit zijn toetsenbord. Zie je 1? Ja. Iedereen heeft een 1. Ja, vaders hebben echt fucked up shit. 3. Ja, vaders. Ik zie heel veel drietjes. Ik zie enkele tweetjes. En met name heel veel eentjes. Ja, dus wat dat betreft... Het is maar net van wat voor een cultuur ook vaders zitten. Ik bedoel... Niet iedere vent is daarvan gediend. Nee, maar dat gaat wel binnenkomen... Je hebt altijd van die gemixte groepen hebt wel. Tuurlijk. Ja. Maar ook niet als je gewoon een idioot op het werk hebt die jouw nummer heeft. Die zegt, ik vind dit leuk, 20 mensen, hutsee, over de schutting. Ja. Dit is toch een klein grinnikje. Ik denk dat het bij mijn vader niet gaat lukken. Ja, maar ook niet dat gevoel dat ik dan heb bij Vincent. Dat ik denk, ja, kut Vincent, wat moet ik met je vijf favoriete outfits? Je kent mijn vader. Mijn vader gaat daar echt niet aan meewerken. Ja, jouw vader is die een losse man. Die laat je binnen een seconde op je bek flikkeren en zeggen, doe dit niet. Ik zou liever Scrooge laten geloven in Kerstmis dan je vader in een grappig filmpje. Dus wat dat betreft... nee. Ja, nu doe ik echt... Daarom vond die Bayern-movies ook niet leuk. Oh, come on. Ja, hij vond het nooit zo leuk, hè. Hij was niet mega fan. Nee, jawel. Nou ja, hij vond het wel geestig. Hij zag er de waarde wel van in, zeg maar. Maar het was niet zijn humor, toch? Nou, ik denk dat hij juist de waarde er niet van in zag. Dat het wel zijn humor was, maar hij zag de waarde er niet van. Nou, niet zozeer zijn humor, maar dat hij altijd maar dacht van... Ja, jongen, wat zijn jullie nou aan het doen of zo? Ja, terwijl het einde van de dag... Ik had van de week dus nog een gesprek over dat boek. En het is en blijft wel bizar... hoe wij vanaf de kutgrasveldje hier verderop... gewoon per ongeluk een beetje de mediawereld hebben veranderd. En dat is iets wat we echt nog toe mogen eigenen. Dat je denkt, ja, John de Mol, we zijn een doorn in zijn oog geworden. Iedereen weet wat een vlog is. Iedereen kent Enzo Knol. Iedereen weet wat een selfie is. Ja. Terwijl toen wij begonnen, was ik de weirdo nog op school die zichzelf filmde. Dat je dacht van de kneus. En daar is denk ik mijn vader ook wel een beetje in blijven hangen natuurlijk. En dat komt ook omdat ik ook nooit het heb beseft waar we mee bezig waren. Dat kwam pas veel later eigenlijk op leven. Wanneer kwam dat besef dan voor jou? Dat is echt pas iets van de laatste jaren, hoor. Nou, nee, laat ik het zo zeggen. Ik heb mezelf nu de laatste jaren meer bedacht van dat het best wel veel impact heeft gehad. Ik heb al die jaren gewoon gedacht van, ach ja... Buiten onszelf om bedoel je? Of... Ja, hoe zeg ik dit nu even goed? Dat, zeg maar, toen ik er destijds in zat, dacht ik van ja, dit is gewoon een beetje ouwe, lachig, leuk, gezellig. Kutte. Ja, kutte. En stond er niet zo bij stil. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik van ja, maar wat we toen aan het doen waren, was best wel indrukwekkend. Alleen ik vond het op dat moment niet zo heel boeiend. Nee. En zo, dat is, dus ik probeer wat meer te bedenken van ja, maar we hebben best wel dingen gepioneerd. We hebben best wel... True. Ja, we waren wel uniek. We waren niet een basic scholiertjes die... Weet je wat het punt is? Dat vind ik zo fascinerend erbij. Want ik zou je onderbreken hoor, want ik zou bij je heen willen gaan ongeveer. Het is en blijft in alle tijden, en dat is zo fascinerend... Als ik mensen nu spreek, dat krijg ik ook meer impact of indruk ervan... wat voor impact op anderen heeft gemaakt. Mensen die zeggen van ja, ik keek dan zondag expres geen Banjo Movies... want
maandag op school keken we het met z'n allen op de beamer, op het grote scherm. En de one-liners die jij gooide, die bracht ons samen. Ik heb mijn eerste vriendinnetje ontmoet, omdat we samen banjo-movies leuk. Ik heb seks gehad op jouw banjo-movie. Voor mijn part hoor, maar dus je denkt, ja, dat is jouw wereld, mijn wereld. Even in de meest karige vorm, zonder jou en Stef erbij, is dat ik zaterdag met pen en papier 3 uur lang ging schrijven op mijn kamer. Ik zette de camera ready, drukte op record in mijn eentje, ik nam het op mijn eentje, ik ging monteren in mijn eentje, ik upload in mijn eentje. Zondag was ik klaar ermee. En vervolgens ging ik naar de stad om te blowen met jou en Stef. Ja. En zat ik op mijn telefoon te scrollen. Maandag moest ik waarschijnlijk weer ergens naar school toe. En vrijdag begon het weer opnieuw. Ja. En dan soms had ik met jou en Stef een idee, dan deden we dat. Ja, precies. En ik zeg maar, jij en Stef kwamen als pionnen. Jullie werden opgeroepen, gingen daar staan op een grasveld. Zeg deze zin, deze zin, deze zin. Cool. Klaar. Ja, dat was ook wel een van de redenen waarom ik me nooit zo heb beseft waar we mee bezig waren. Mm-hmm. Dat je natuurlijk gewoon ook het hele overkoepelende mist. Alleen je weet ook niet waar je mee bezig bent op dat moment. Nee. Zeg maar de impact die het had en de scope of things, zeg maar, die je daar... Voor ons was het gewoon heel klein en grappig dingetje om te doen. Terwijl... Ja, ik weet nog wel dat we toen Banjo TV op aan het nemen waren. Toen dacht ik, what the fuck? Kom, we doen wel iets. Mm. Lachen, ja, prima. En dan wordt het vervolgens uitgezonden op tv. Ja, geen enkel benul wat daarvan. Geen enkel benul. Banjo TV is kut, maar voor de wateren of de kennis die we toen hadden, die ook toen beschikbaar was op internet, is het... Schijnig. Dat is best wel heel erg goed zelfs, durf ik te zeggen. Zie je wat RTVO's nu allemaal maakt? Nee. Ja, nee, precies. Nou ja, we hadden heel simpel, we hadden 3 segmentjes, we hadden presentatie ertussen. Ja. We hadden vaste grappen, we hadden... Ja. Dat is heel grappig om te zien, hoe je dan toch als jongere op dat moment doorhebt wat de basis zijn van tv. Ja. Wat erin moet zitten, hoe dat in elkaar kan zitten. Ja, precies. Het moet een soort mini-formatje zijn. Het was niet echt bijzonder hoor, het was niet... hartstikke intelligent gemaakt, don't get me wrong. Nee, maar ik denk wel, want dat is ook voor mezelf, dat ik dat denk van ja, jij hebt daardoor wel als jong persoon dingen geleerd en dingen gedaan. En daarmee heb ik ook altijd de rest van mijn carrière mooi kunnen voortzetten. Allee, het is gewoon raar om te blijven beseffen dat je denkt, ja, wat het voor andere mensen hier buiten heeft betekend. Ja, ik vind het nog steeds gek als wij stagiair... Ik krijg zoveel stagiaires die dan mij kennen. Ja, dat vind ik heel gek. Of zo. Dat is nog steeds, is dat gewoon... beetje raar, want het is ook wel weer heel leuk. Ja, snap ik. Maar het is wel gek. Het zal ook altijd gek blijven voor... Voor degene die het, zeg maar, het leidend voorwerp is het altijd gek. Precies. Ja, want je snapt het niet zo goed hoe dat kan. Waardoor de fuck die vork in de stil is gaan zitten. Ja, precies. Dat je denkt, oké, ja. Had ik dat gezegd laatst? Dat ik met toen een jongetje gezegd van, meneer. En toen dacht ik, meneer? Ik zei, ja. Bent u van TikTok? Bent u? Toen dacht ik, dit zijn wel zinnen die ik nog niet zo heel vaak heb gehoord. Meneer, bent u van TikTok? Wie was dat er laatst? Ja, volgens mij was dat Egbert bij de première van D&D. Die begon ook over we hadden het over die impact die de knolkast had en zo. Ja. Dat ik zei, ja, ik vond het zo bizar voor mijn gevoel dat die... Maar dat die knolkast zo hard is gegaan. De meest bekeken van Milo Knol. Ja, bizar. Hè? Op Egbert zei, ja, maar je bent ook de meest bekeken short. En hij pakte me bij. Ja. En nummer 2 en 3 zijn wij. Langsgezien. Waarop ik dus ook dacht van, holy fuck. Wij zijn dus daar ook het meest bekeken met Milo. Alle liefde voor Milo natuurlijk. Ja. Maar ook voor jou, dat er een grap is geweest. Die buiten de context is gepakt van die video. Want ik heb erover nagedacht. Ik ben het met je eens dat je daar te veel geprofileerd werd in die grap. Met het ding op je hoofd. Hè, vanwege de rolstoel. Van de politie. Precies. Ja. Maar dat is ook omdat je buiten de video pakt. Als je hem in de video laat, dan is het grappig, omdat het onverwachts is. Alleen als je hem eruit los uithaalt en je zet hem ergens neer, dan valt die hele context weg en lijkt dat het enige wat er is. Mm-hmm. Terwijl er is meer body omheen, qua video. Zo heb ik bedoel? Dus buiten die video, dan is die buiten balans, zeg maar, de grap. Ja. En dat vond ik voor jou zo stom. Dat je denkt, ja, dit voor de rest niks te nadelen van Milo. Door had mij geappt, ik heb niet bij jou gecheckt, dat is mijn fout. Mm-hmm. Maar voor de rest, dat die video buiten de context nu 4 jaar na dato viraal gaat. En jij wordt er volgens op aangesproken. Yeah. Terwijl jij bij jezelf denkt, ja kut, ik zie eruit als een of andere idioot daar op die video. Ja, terwijl het voor mijn gevoel veel minder erg zou zijn als we die video... in de volledige context. Maar dan kan je weer niet doen wat ging niet zo hard. Nee, sorry, dat is de pijnlijke... Ja. Nou ja, dat is ook wel gewoon gek dat je zo'n geschiedenis hebt op het internet. Dat af en toe zulke dingen gebeuren. Dat je fragmentjes en video's hebt waar je weer mee geconfronteerd wordt in het,
Gelukkig zijn het altijd positief. Of 99% is altijd positief. Dus. Heb je altijd een negatief iemand gehad dan? Die zegt, Jezus, wat ben jij die gek die dat heeft gedaan? Nee, joh. Nee, maar ik vind het soms wel een beetje lastig. Wat ik, dat heb ik de vorige keer toen ook verteld. Dat een collega van een afdeling dan in één keer daarover begint. En als ik heel eerlijk ben, voel ik me dan soms een beetje een showpony. Oké. Okay. Kijk, ook het feit dat ik naar premières ga en zo, vinden mijn collega's ook heel bijzonder. Dus die zeggen dat dan ook. En dan wordt het een soort meme. En dan... Ja, oké. Okay. Je wordt aangedragen door hun als een showpony. Zij geven je die profilering. Ja, 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 ja. Ja, het is bijna raar om te zeggen voor mij dat ik dit me er wel half aan gewend of zo. Ja, goed. Je wordt natuurlijk altijd gewoon gezien als de showpony. Ja. Maar in een context waarin ik zeg maar, nou ja, in mijn werk heb, waarin ik geen niet showpony meer ben, mm-hmm. dan is dat soms een beetje, ach, het maakt me ook niet zoveel uit, maar dan denk ik wel van, oh ja, ja, ja. Nee, ik zie, er wordt gezegd, heb je Dennis al drinken aangeboden? Maak je geen zorgen, hij heeft zijn biertje netjes op. Ja, ik heb mijn biertje al op. Ja, netjes met een vol biertje naar bed zometeen. Dat is heerlijk. Een vol buikje en een vol. Lekker zo liggen zo meteen. Lekker zo lekker zoeren. Dat is toch niet normaal. En volgende week, ben jij er dan weer bij of niet? Want dan is Jentel er in ieder geval. Ik weet niet of Noster voor de rest bij is. Ik weet niet of ze in de chat is of wat. Ik moet nog steeds dingen kijken hoe of wat. Volgens mij niet, dat is alleen Jentel er. Voor nogmaals, het is weer optioneel voor jou dan. Ja. Dus als je het leuk vindt, ben je van harte welkom. Tuurlijk. De vragen die ik aan Jentel ga stellen, heb ik al voorbereid. Dus ik hoef volgende week niks te doen. Kijken of ik hier volgende week... nee, volgende week ben ik er niet. Nee? Nee. Oh, goed. Wat hebben we? Ik ga eten. Nee joh. Klasgenoten? Familie? Mijn collega's. Ik ga koken voor mijn collega's. Nee joh, komen ze langs bij jou? Ja. Oh, wat leuk. Ja. Wat ga je maken? Dat weet ik nog niet. Ik denk een risotto of zo. Oeh, dat is makkelijk. Risotto makkelijk? Ja. Ik heb dat één keer in de kliniek moeten maken. Man, wat een kuthel was dat. Dat was ook vies. Dat ik dacht, dat was ook misschien omdat ik het heb gemaakt. Dat kan ook natuurlijk, hè? Het zijn hele lekkere risotto's. Ja, ze toch wel de fijnproeverijtjes? Ja, ik ben heel fan van risotto. Ja, is dat voor jou de heilige graal te maken dan? Niet de heilige graal, maar wel als er mensen komen eten, is dat een heel handig gerecht. Ja, om te imponeren in ieder geval een beetje. Ja, maar ook ja, jouw kennende wil je toch mensen imponeren met je kookkunst. Die gaat dat niet doen voor de katsenkut. Nee, je wil wel, maar ik vind het niet zo imponeren. Wil gewoon dat het smaakt. Ja, en het risotto is weinig risico en toch voldoende resultaat. Weinig risico, weinig inspanning, hoeveel resultaat. Ah, ja. Ja, ja, ja. Ik zie de twijfel. Niet weinig inspanning, want het is natuurlijk wel, moet wel wat. Wat goed. Ja, nee, dat is heel duidelijk. Dan volgende week ben je er weer bij. Towel TV, twee keer Dennis. Wie de fuck heeft dat nee, joh. Van Towel TV gevonden? Wauw. Soms hoor je echt dingen daarvan. Toen hadden wij ruzie. Ja, klopt. Ja. Ze hadden ze jou ervoor gevraagd. Ja. Twee keer Dennis. Man, kort filmpje. Ja, voor de mensen die klassiekers kennen, dat zijn echt de tijden gewoon geweest, toch? Ja. Dat waren hoogtijdagen voor jou. Ja, dat waren de days. Oh man, kun je ook nog een keer over hebben. Het idee dat jij toen had op de middelbare... Of dat MBO. Was, ja, toen zei jij van, ik wil gaan gamen met Jordi. En dat ik eruit ging lachen. Voila, over twee weken ben je er weer bij. Dat ik echt dacht, wat ben je voor idioot? Wil je zelf gaan filmen terwijl je gamet? Maar dat was toen nog heel nieuw. Dat weet niemand. Ja, ja. Had het gedaan. Wat was er gebeurd? En ja, inspiratie ervoor is er altijd een grappig gesprek. Meer bier gaat eraan komen, John. Geen zorgen. Oh, volgende week dus, Jentel. Ja. Over twee weken ben jij er weer. Dan ben ik er weer. Nou, gezelligheid en top, lieve mensen. Kusjes, groetjes. Ja, love you. Hey, joejoe, lieve mensen. Veel plezier bij Taki, hè. Tot dan. En mocht je thuis op Spotify, klik op follow. Doei.